Ik heb maar steeds. Ja. Nou, goedemiddag, ik ga toch groeten. Goedemiddag, goedemiddag. Alle, niemand? Helemaal niemand? Ja. Ja, goed, ik alvast de mensen die het via YouTube gaan bekijken. Ja. Ze komen? Nee, nog want het is een live programma, dan wil ik ook de mensen groeten die binnenkomen. Ja, moet ja, mensen groeten, dus we praten gewoon even door. Dus is, ik heb mijn statements ook vandaag hoor. Dan weet u wat niet, dat zult u aangeven wanneer u binnen wil komen. Goedemiddag. Hoeveel mensen? Nee, het is te weinig. Nee, ik ga wel goed. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie mensen. Weten mensen dat ze maar op tijd moeten komen. Welkom bij Goronjoko Taktori, de 69ste aflevering. Op deze mooie dinsdag 23 november 2021. Mijn naam is Nicole Hooploff-Paters. En ik zit hier niet alleen. Nooit. Achter de camera is Somara Stuger. Goedemiddag. Somara Stuger. Ja, we hebben onze mystery persoon. En niet Tapasi Ramen Maknak, maar de heer Ramen Maknak, die zit naast mij. Zoals gewoonlijk. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. 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 Oké. Okay. Het onderwerp voor vandaag. Er is een onderwerp zoals gewoonlijk. Oh, hey! En we hebben een hele speciale persoon. Met gas. De camera wat. Ja. Dat is Kondre Masra Kedar. Goed dan. Hij doet de techniek vandaag qua geluid, hè? Ja. Ja, geluid, telefoon op Bluetooth. Ja, Bluetooth, hè? Hij doet het helemaal. En ik ben trots op mijn zoon. Nadat ik hem zijn telefoon een maand lang heb afgepakt. Het is onvoldoende. Met de voor dat hij een mooi cijfer heeft gekregen. Ja, die man daar mij jacht nou. Maar hij wil nooit een trui aantrekken. Goed, het onderwerp voor deze week is kis, een takkie. Een takkie is van een kiskissie. En kiskis takkie. Jompo tik takke anonoti. Nee, jompo tik takkie anonoti. Maar voor tanghori, drape abanau tude. Daar. Tanghori, drape abanau tude. Ja, dat zei ik. Maar nog voor tanghori. Oké, goed. deze week, meneer Ramon Maknak, deze week is het 25 november 46 jaar onafhankelijkheid. Wat betekent deze dag voor u? Als ik kijk naar 46, dan zou dat met in combinatie met een arrivée voor corona, heel net als de andere feestdagen, dan even rustig, bezinningsvol. En vooral bezinningsvol, want er is heel wat djugo-djugo en verrust in de gemeenschap. En we kunnen het goed gebruiken om besef te krijgen dat als geen enkele tijdstip zou beter zijn of goed uitgerekend ervoor zijn te beseffen dat we bovenal van waar we ook samenkwamen, dat zoals onze verlossing dat zegt, wij Suriname zijn, we zijn Surinamers. En dan zou dat onze daarna heel veel sterk. En dat echt bezin hoor. Dat was er allemaal. Zou je doen? Just taki, jonkotik taki, nanga trasani, of kon dat uitend op mijn speciale, hoe noem ik dat? Ik heb een speciale... Relaas? Nee, ja, mijn relaas dat ik straks ga uitspugen naar de gemeenschap toe. Heeft u goede herinneringen aan Srividentie als u even terugkijkt, vroeger? Heel veel, ja. Ik heb zoveel uitzending. Ik heb de eerste meegemaakt en ik maak de 46ste mee. Dat betekent dat ik allemaal kan onderscheiden. Maar wat ik zo mooi vond en transparant, dat op een bepaald moment tijdens het NDP regeerperiode, vandaag toen volgens mij werd de Srividentie naar de districten gebracht. District voor districten. Ja. Ja, dat is ook de mensen daar dat konden meemaken. Het betekende heel veel voor de mensen. Ja, mensen, hoe vergeet alle de sandati? En een foto van een parade hoor, PD in een maand motor.
Ik denk als deze president, als de ex-president doorgebleven was, dat het een keertje ook op Soma's Engels kon houden kon worden. Een keertje ook op Djoemen of Kwamala Samutu of waar dan ook. Hoe dan ook, als je zag, ik ga drapen en dit is mijn vier en dat is mijn goeie. En dat naast aan die helden, die heer Sranang, en mijn baby kieft dat alles maar naar Sranang. En je moest de mensen zien, het para, corona, komen wijnen, overal heeft het gebracht. En toch vonden mensen het niet goed. Ik doe boom aan de boom, ik doe ook niet aan de boom, dan moet ik ook niet aan de wang. Maar ik heb veel meegemaakt wat Filippidensie betreft. En steeds konden we het samen vieren, maar in deze, met ik echt mijn ogen naar drapen. Ik vond me geprotesteerd dat mijn presentie was aan de wang. Dus, als ik denk dat aan de wang tussen haakjes, want dit doet ook wel heel erg. Laat me dat wel voorhouden, maar. Want Bosje naar boven werd het al. Dit doet ook wel lelo, hè, Agwe. En ik wil die vergelijking wel maken, dat bedoel ik. Ik zou beter beginnen naar Asiki, naar de toestand die naar Kondre. Want er wordt van alle kanten gerommeld. Wie rijk is wat rijker en wie arm is wat armer. Ja. U zegt dat moeder weer daar niet gaat staan en kijken, maar het volk is niet uitgenodigd. Het is alleen voor een paar mensen en de mensen die nodig zijn voor het, om het allemaal werkzaam te maken. En natuurlijk de politieman en de militairen. En er is een voorzitter van de hele commissie en van de werkgroep, en die heeft besloten, de heer Stanley Dijksteel, en die heeft gezegd dat de militairen en de politieman gevaccineerd moeten zijn tegen COVID, alvorens ze mee willen doen, mogen doen aan het DPD. Heeft u een advies voor de politiemannen en de militairen die niet gevaccineerd zijn en toch mee moeten doen of willen doen of niet? Ik weet het niet. Als de voorzitter dat zegt, dan neem ik aan dat hij zijn daad bij het woord voegt en dat hij een goed onderzoek heeft laten plegen. Ja. Wie en wie niet. Maar ik weet dat niet alle politieagenten en militairen gevaccineerd zijn of willen gevaccineerd worden. Ja. Dat is punt 3. En punt 4 is een. We shall see. Als dat wel zo gebeurd zal zijn, zal worden, omdat men zegt heel veel dat niet klopt. En tenslotte wordt niet uitgevoerd. En ik ga in mijn statement straks blootleggen hoe iemand die leiding geeft, of een leider, hoe jij je, wat het ging je uit, waar je het moet deponeren en hoe je het hoog in je banier moet houden. En misschien weten vele van de gedaste heren dat niet en dames die helemaal opgedost. Maar wat ze wel weten is je bij de preek voor de gek houden en voor schut zetten en laten pinaren. En hun mensen wel snel accommoderen, maar je wat info, doe eenvoudig team papieren zelf of zo. Normaal kon nooit tot uiting. Ik ga dat zo'n beetje proberen. Zo die daar is. De Leila gaat weg, Mas de Leila. Ja, ik zou eigenlijk een krant hierbij hebben gehad. Ik heb het uitgeleend en niet meer teruggekregen. Maar er was een krantenbericht en dat ging over de president die op 25... Hebben we 8000 mensen nu in gekeken? Ja. Ja, een krantenbericht meer. Oké, okay. Want het wordt spannend mensen. Op Bello schrijven, hoe ze het wordt spannend. Want na vol Gabriel's fire hoor niet komen. Goed, juist. Ik had die oren niet willen geloven. En met je ogen niet. Want dan is het dan, ja. Ja, je brief bent, maar je ziet nog een brief zo elkaar door. Ja. Ja, oké. Okay. Er was een krantenbericht en dat ging over de president die 25 november, de defilé gaat speciaal voor hem gehouden worden, maar dat hij dan ook zal vertrekken naar Dubai, naar die grote expo. Vindt u dat vreemd, dat hij op die dag vertrekt? Niet vreemd, maar als hij naar Betting, dus met een kogel, niet vreemd, omdat op een, ook zo via Mongo uit was onze ex-president Bouterse ook zo weggevlogen, hè? Via Mongo toch? Defilé afgenomen en toen moest hij vertrekken naar volgens mij VN of een of andere vergadering. Vergadering van de VN. Van de VN. Hij kon niet anders, maar deze moet naar een. Is dat kinderen ons, waar kinderen ons zouden moeten vertegenwoordigen. Zelf ministers
weten nog niet waar zij aan toe zijn als ze daar naartoe gaan. Dat is een... Ze hebben nog niet eens een... Ministers hebben nog geen reden. Ze willen niet vertellen waarom ze daar naartoe waarom gaan. Ze meegaan. Wat hun functie daar zal zijn. En als dat het geval is, dat een... Er is een vraag hoor. Eva. Yes. Die vraag even pareren daar voor mij. Yes. Dokter Wellis zoekt, misschien kunt u dan ook uw mening geven over het feit dat er $900,000 is neergeteld. Om naar die, voor die expo dat Suriname daaraan mee mag doen. $900,000. Ziet u de meerwaarde van die expo in Dubai voor ons land? En er is geen meerwaarde voor mij eraan. En wat nationaal San Diego zijn, zei de Dubai? $900,000. Ja. Terwijl we hier alles missen aan onderwijs, we missen alles om op te voeren, vooral in het binnenland. Gezondheidszorg vooral. We missen alles daaraan. We missen alles aan een goede vervoerssysteem. Mijn kind kan al een paar dagen niet op school, want de schoolbus is aan de rij. De regering zegt dat niet. Ze zijn aan de rij, lagere school en zo, de Chinamanga score. Alle juffrouw is in app continu, Chinamanga score. Ik moet bijbetalen voor Aboy Kankis bijles. Want ik wil hem niet achterhouden. Laten raken dan. En het zijn allemaal dingen die gebeuren. Dus het is maar een... Suma abi dat met tegi. En Suma man kies moro, ik kies moro. En dat is niet zo prettig voor de gemeenschap natuurlijk. Ik vind deze mensen... Heb je een betrekking op het stukje van Dubai of onafhankelijkheid? Nee. Nee, dat contact, onafhankelijkheid, nee, betekent zo voor die ding. Ja, Dubai, wezen, en ze blijven tien dagen. Maar het gaat wel om de regering. Oh ja. De regering gaat naar... De kan die vraag even. Bedoel ik hoor. Ja, even de regering. Oké, stel die vraag. Meneer Rebergen vraagt, mag ik u wat vragen? Mag ik wat vragen aan Basie Ramon? Sowieso, u hoort in het programma. Kunt u ook voorspellen of in de toekomst zien als deze regering haar regeertermijn zal afmaken? Welke signalen ziet u hieromtrent? U lokt mij uit mijn tent. Ik had het al gezegd, het wordt tussen nu en open jaar heel spannend. Laat me het daarbij houden, wordt het heel spannend. En hoe zo spannend de boek zal blijven, dat zal alles wat er daarom in de spanning gebeurt, spanningsveld, zal dat uitwijzen als de regering blijft of niet. Maar wij willen geen uitspraak letterlijk daarop doen. Alhoewel het niet gewenst is, want tot nu toe zou ik zien, maar ik naar Bradkant mee van Kentucky, het legt geen zoden aan de dijk. Het is ergens, is niet geregeerd. De regering wel, maar het is niet geregeerd, ik blijf het zeggen. Dan zou ik nog even terug willen gaan. Maar ik zie het niet, eindpunt niet halen. Dan zou ik even terug willen gaan naar Dubai. Let wel, als ze het halen, betekent onder heel erbarmelijke omstandigheden dat we UNO olij. Ja. Daar hebben we het ook leugen toegelaten. Maar daar het volk zie, u heeft het democratische recht. En daarom begon ik met dat van, als het met Weyden Bos kon, dan zoma naar u. If grandma we zijn, Jan Gogo Mago, send naar mijn port, Johan. Ja, dan zou ik nog even weer terug willen gaan op Dubai. Dat zijn omtrent, want het is eigenlijk een culturele presentatie van Suriname naar de wereld toe. Het is een hele grote expo. En Suriname wordt daar dan vertegenwoordigd door een aantal mensen. En op een bepaalde manier. Zo heeft een regisseur, een hele bekende Surinaamse regisseur, de heer Ivan Tayapin, die heeft iets over de Koto gepresenteerd. Maar hij had het compleet verkeerd gedaan. Mm-hmm. Ja, hij heeft volgens mij verteld dat de Koto afkomstig is van de vrouwen van de slavendrijvers. Mm-hmm. Wat compleet niet waar is. En hij had ook de Koto, de poppen waren niet goed aangekleed. Tot ergernis van
de eigenares of de directeur van het Cotton Museum die haar spullen had uitgeleend. Ja, ze vond het verschrikkelijk. Ja. Hoe heet die mevrouw? Mevrouw Hina. Ja. Die vrouw heeft volkomen gelijk. Ja. In het Kobidisma Sansani. En die Koto, laat me net zeggen, als cultuurman, als doeman, als wintipriester, als sabiman voor Jeetori. Want Jeetori behouden met Kutang en kunst en cultuur. En Koto, aan een speciaal one bakker is dan ook zo. Als men het aan je pen denkt dat hij op het podium backstage on stage is, dan vergis hij zich. Je moet niet op glad ijs begeven met een tajapin, je weet er niks van. Akoto is wel een reactie, een beetje af van zijn de missie beweren, maar Akoto is volledig is gecreëerd door de Nengere missie. En vooral de bakagronsrafel. Dan de ben tij, de ben op de normen waarders, de ben tij abrokobere, de ben karen brokobere. Ja, bij jachi, maar bij abrokobere. Akkooi toe. Ja. Dus dit is iets Surinaams. Ik van een taal ontstaan, ja, Surinaams. Ja. Ik heb een gebed gevolgd ook op een, waar, vanuit Nederland, waar een priesteres zeggende zegt, hey Biggie, maar ik zal voorlopig niet erop ingaan, maar wel in een cultureel programma van mij. En een gebed. En ook de uitleg van Winti, mis een stukje daar. Ik mis een stukje daar, wat Winti echt is en van waar woord ontstaan is. En ik ben heel kritisch. Maar kritisch wil niet zo zeggen dat je afkozaas me afstaan niet. Hoe kan een meningsverschil en punten per onder de alleen. En zo vul elkaar aan. Maar dat laat ik wel voor de Sani. Maar wat meneer Tayapin betreft, totaal fout. Dan is er nog een iemand die iets heeft bijgedragen. Dat is mevrouw Tanuya Manichart. En die deed een storytelling presentatie. En daarbij brengt ze een eerbetoon aan legendarische Surinaamse vrouwen. En ze noemt een rijtje van drie vrouwen, Susanne Duplessis, een legendarische Surinaamse vrouw, Elisabeth Samson en Maxi Linder. Wat vindt u ervan dat deze drie vrouwen als legendarische Surinaamse vrouwen zijn gepresenteerd naar de wereld toe? Als meest belangrijkste. Ze heeft totaal azijn, melk en waarschijnlijk een beetje smeerolie bij elkaar gemixt. En Maxi Linder. Abe doet een bepaalde oudste beroep, maar daarmee abe verzorgt nog een roma bij studie die jonge wanja. Beter dan een hele regering zou abnu abe zetten in. Ja. En de tweede mevrouw, wat is haar naam? Ja, Elisabeth Samson. Elisabeth Samson, en de Samson abon altijd een dubbel agenda. Abab slaafu, en zo'n ding, abe een soort mentaliteit dat voor de ondergeschikt is, die tra soorten. Maar babs, abet ik eigi soort tutu, lek slaafu. En ammonis al gueli bi daar verkaal ik vrije negerin. Nou, een bakrama adjeng. Zij konte eigi mi. Mijn vader dat mi bakkeide. Zij, wat voor helden kom je voor een speler? En vandaag aan de dag heb je nog Samsons die zich lenen voor om ons te vertrappen. Laat dat. En dan gaan we naar mevrouw Susanne Duplessis. Dan moet je een pissie. Mis heb mijn geschiedenis. En je mag het weten, om onze sales te herschrijven, had de minister, toenmalig minister van Onderwijs, minister Penuma gevraagd om deel te nemen in de commissie voor herschrijving. Want die moet je een bepaalde zand gaan door. Dan is dat een boek of een missie. Omdat je begint met een boom en je hoort een boom. Ja. En mevrouw Susanne Duplessis, dat wil ik gewoon mooi zingen. Faya sito no bro, miso no bro, miso. Fayasito no bro miso no bro miso. Aje masa yanche chiri sama piching. Aje yansa yanche chiri sama piching. Aje yansa yanche chiri sama piching. Nu wat je want kende spel te pri ju bigisma. Banya te pri anjastor Susanne. Speciaal je baka busi nengre. Ja toch? De manet ap anjastor Susanne. Da we pri en. Ter herdenken voor de ching voor de sma fusan dedegwe so. Herdenen en voor ouders. En zelfs was mijn dede, mis abe jongu, na ganse ma deka na bigis magba. Zo. Susanne Duplessis taben die in boto efare. De abching van nige slaaf zijn, ik kreeg een baby. Daar ben je een verhindering. Daar is abne faya stond op den schula na de in tapali. Weet je hoe heet zo'n steen werd in de zon? De abching, het teken dat de hitte kort op zo'n stoom. Abtje dede door afaya song, asse bromen droog uit dede.
Of ik denk dat je het doet. Dat je denkt dat je in een jaren moet dat je hebt gezien. Nu is ze stil. Zo'n duivelse moordenares. Kan jij dat inmengen in ons systeem en als heldin te willen komen voordragen? Ja. Dat je draagt ons maar boom voor. En ons is een briefje dat ik kan dragen. Vrij is maar voor. Dan worden we allemaal afgewezen voor een onderscheiding. Ja. Maar dit gedoe, dit gerommel, bij niet naar de naam te noemen, rotzooi, wordt door deze mevrouw of wie dan ook voorgeschoteld als te zijn. Een heldin. Ze heeft geen kaas gegeten zoals deze heren geen kaas gegeten van wat Suriname is en inhoud. Strana een hoop voer in. Strana een hoop moeilijk zou denken, gado joe een paradijs. Ja. Niks wat in andere landen, andere landen derde bij gebeurt. Ja. Alles aan een wij overnoemd. En zo ook de rellen wij kon. Ja. En ik ga tegen de rellen niet zeggen, hoe zorg ik voor hem, ik van een Haiti aan de zo bij kom. Als we de rello abrakon zonder officieel, dan tante ik. En daarom zeg ik, de vraag van de heer Riebergen, ja? Hij heeft een voorgevoel. Dat is, ja. Maar nog heel eventjes terug naar het Dubai gebeuren. Wat blijkt, is dat directoraat van cultuur, die eigenlijk geschikt is om zoiets te organiseren, helemaal niet is benaderd bij de organisatie van Suriname naar daar. Het is vanuit het ministerie van Bibis gedaan. En dat moet je moeten ze weer zien. Vroeger werd alles via ministerie, cultuur, onderwijs. Onderwijs, dan toen dat je bepaalde. En dan uiteindelijk een culturele kiesie opdracht voor. Bij al die anderen, je had een Javanse man, hoe heette hij? Heel toffe man, hij kende zijn stof heel goed van cultuur. Hij heeft jaren daar gediend. En daarna is een Elvira Sandy daar gegaan. En die hield het ook tussen alle vonkeren heel netjes. Dan is er weer van Elvira Tonsi, soms met Akia Moriki in India. Maar ze deed het gewoon oprecht, met vijf hoor. En ze tellen die mensen, ze hebben die mensen niet meer mee geteld, zoals het hoort. En nu worden ze, precies wat ik zei, via P-trek alles naar zich toe. Onderwijs met tante die ondermijnt NPS. En wat doen ze? Deze cultuur is ook van NPS, denk ik. Onder NPS, onderwijs toch? Ja, is NPS. Het is een steekje, NPS dat ben. Je noteert ding, omdat ze al een kroeg hadden neergezet. Die mensen gaan gewoon daar stoeien. Het is geen landsbelang dat ze gaan voor die. Waarom gaat een minister van Binnenlandse Zaken mee? Ja. Waarom gaat een minister van Sociale of welke zaken mee? Waarom gaat een minister van Financiën mee? Doe je je money? Wat is hun rol daar? Dus daar. Het gewoon is een soort show. In Assange heeft ze naar Dubai. Ik kwam internationale carifesta. Ja. Zo'n zin. Sande Abif Goduda. De president na de tijd. Sunyi Ibakasi de Mantaki. Sunyi Ibakasi de Mantaki. Wat je wil koers doen. Ja, Luki Kondre. Wat dat kan doen. Dat je dan teko is. Dat kan storen. Ja toch? Ja. En if je stuur naar voren, men ga kafuren gaan lossen, kafuren gaan trassen en zo. Men ziet te veel spons, want dan weet je wel. Het zacht zitten. Het zachte landing. Amazon Queen zegt, Sophie Redmond was een voorbeeld. Dat was een voorbeeld. Onderwijs. Oké, ik wilde dus even op zo'n vraag stellen. Dat Sophie Redmond, ja. Dat was een voorbeeld. Men zegt dat er... Maar, zij keer denk, omdat er meer mensen op die niet op hen lijken... Voorbeeldfiguren zijn geweest vroeger. Als dan zo bij tijden die bij Pran Alice zitten en een soort groen en zo. Dan kun je niet nagesproken hoor. En daarom de nepoting. Maar je hebt wel mensen die wel op hen lijken, die bij de NDP waren, die keihard bij Potsma, PD horen thuis. Mensen die want to be in je money hier en daar, want money in je in alle regering. Maar de mensen werden geplaatst en ja, ze werden geëerd. Toen deze regering aankwam, ze hebben een potie. Wat lo helden zogenaamd voor hen die zelfs afkwam, ze hebben een beeld. Ja. Kwamen wij naar mijn brieven. Ze wilden eigenlijk bij Bab en Mike zijn. Ja, een aantal mensen. Zomaar, zaden man doen, zaden doen. Geen collega, uit eigen wil zijn ze hier gekomen. Uit eigen wil. Ze zijn in opstand gekomen tegen de toenmalige koloniale Sansade Ambedno. Tegen dat hebben we kunnen opstaan. Maar nog tegen Blakama of tegen Trasani. Nee. De maat nog bij Paidenboom. En dit dat mee bij Wankong. Goed, ik heb nog even een vraag met betrekking tot deze heldinnen of de Surinaamse legendarische vrouwen. De heldinnen? Ja, men zegt dus dat de reden waarom het op deze manier is gegaan... Ik ga het uitdoen. Even. De reden waarom het op deze manier is gegaan, omdat Suriname
zijn helden en heldinnen niet als dusdanig heeft gedefinieerd en naar voren heeft gebracht, zodat het niet algemeen bekend is wie de helden en de heldinnen zijn. Wat vindt u daarvan? Hebben ze waar ze liegen, groeit er geen gras. Deze, de voormalige regering heeft het meer dan wie dan ook gedaan. Ja. Van Antando komt tot een Kaikousi, tot hun bestaande, alle straatnamen. Alles. Men heeft het zo, Suriname, waar een revolutie komt, gaat men nationalistisch te werk. Dus het is alvast een leugen. Maar behalve dat, Nax heeft ook iconen voorgedragen. Ja. Iconen. Iconen heeft Nax voorgedragen. Waar zijn die iconen vandaan? Waar zijn die iconen? Mevrouw Pengel, die altijd voor Nax praat. Ja. Nu moet ze ook praten, omdat ze in NPS gelederen zit. Ja, Sophie Redmond was ook, is ook een icoon voorgedragen. Mevrouw Ednel, ik wil u nu horen op dit gebied. Ja. No, asan nasir, yusu eigo. Want de Surinamers... Na moranga moro is dat desma is in Nyamwa onder het asege. Het is schande voor Suriname naar buiten. Ja, het is schande. En ik heb begrepen dat ze niet meer kunnen veranderen. De expresident had me iets uitgelegd een keertje. Was doe wel lazy. Nee, vertel me die de begin aan Akupas, die den sani dat de wakuba. Dan is door Akuba, dan is aan tafel, de reken, ha. Oké? Nou, de haar want to sani Castro accident, aksade abi, whatever jullie en zijn voor de poer. Dat Castro haar wel lak op, en ik kwam haar wel lak op en voor dappen. Ze kennen het Suriname team, de tekort en de dingen beter. En dat was door hij ging. En hij moest leren. Dat was een leider. Opleiding van Cubanen is heel hoog. En de Cubanen wisten alles over ons spelen. We manteren, spelen, manteren. Dat is nooit meer om nog voor de gitaar. En hoe durven deze mensen dat te beweren nu? En alles doen ze met een leugen. Maar ze willen liegen. Ik ga een paar... Even aanhalen voordat ik me betoog, houd, wil ik iets even aanhalen, als het mag. Ja. Zijn er genoeg kijkers? Yes. Ja. Yes. Kom, doe ik weer. Ik ben toch meer kozen, maar met de boot dieren eigenlijk. Ja, dan kan ik nog even een andere vraag stellen, want ik heb nog wel een vraagje. Ja. Misschien kan daarna u betogen, want die heeft nog steeds te maken met die heldinnen. Ja, hebben we heldinnen? Ja. Zou ik die vraag kunnen stellen? Het is misschien... meer voor een geestelijk programma, maar ik ben toch even benieuwd wat het betekent als zo iemand als Susanna Du Plessis, die eigenlijk niet een iets positiefs was, maar juist iets zeer negatiefs, dat ja, misschien op geestelijk gebied, dat zij verheerlijk wordt op deze wijze, want ze is verheerlijkt. Internationaal. Men moet excuses aanbieden aan de Afro-Surinaamse gemeenschap. Zonder meer. Omdat na onderbeek, na onderbeek hier. Ja. Daarom bent dat hier. Het is een beul. Het is een moordenares, een beul. Het is een moordenares, ja. Men moet je excuses aanbieden, want even naar hindoeïsme, de boel eist dat hij. Even naar een moslim, de boel eist dat hij. Christelijk, de boel accepteert zoals aan toe. Mm-hmm. Men moet het aanbieden. En het geldt voor het heel Surinaams gemeenschap. Als men aan dwing, in het openbaar, in de krant of wat dan ook. Maar ergens moet een instantie. Nee, zo. Niet zo makkelijk. Ze moet worden aangeklaagd. Maar wat ik me niet kan voorstellen. Waar zijn alle historici nu? Ja, Sunder heeft fel gereageerd. Maar mevrouw Ferrier. Waar is ze nu? Mevrouw McCloy. Waar is mevrouw Castillo? Mevrouw. Dat is een mevrouw die bij alle documenten ergens komt, als het over Suriname gaat. Sint-Jan en Floyd? Nee. Voor mevrouw Caprino? Ja. Ja, mevrouw Mildred Caprino. Ja. Waar zijn die mensen? Ze moeten opkomen voor deze... Dat zijn toch historici? Want ze hebben... Ja, ik heb mevrouw Caprino nog net op tv gezien. Ja, ze is... Over de Breedvels. Toen zei ik van, deze mensen ben ik gisteren gaan voltooien. Ja. Wat men niet wou. Die leugens dat de Afrikanen daar vertelden. Mm-hmm. En wat de Breedvels hadden ze al door. Mm-hmm. En wat bleek? Het kwam uit. Daar toen ze zagen dat, nee, dit is nou een echte cultuurgroep komt. Direct DNG toe. Mm-hmm. Nou, en binnenkort komt die documentaire van mij dan op televisie. Mensen, ik heb u dat te goed. Bent u afgestemd daarop? Ik wil even iets aanhalen als we zo bezig zijn. En hebben deze mensen, de Ivoren Toren bedoel ik hoor, niet alle hun distanen. Nee. Absoluut niet. Temtij met tjabakken naar hun distanen, dan kan dat geen recht. Mm-hmm. En met abin mijn familie toe. Met abin. Wees Anuska.
Mai. En is mijn Instagram ching. Wees aan dansen, wees dat, wees zo. Mijn abbe in mijn familie is mijn abbe voor kost nog eens maar. Maar, let op. En dit, dan op dit moment Nederland, we was koudien ja zijn dat we laten onderzoeken maar door, we laten draaien te komen trafassen. We bij afzonderlijk, alle den diaspora monnik moto, pedemonnik moto, pedemonnik zijn in orde. Waar komt $900,000 vandaan? Ja, waar komt dat? Ik ben gaan go pen money zomaar zo gaan naar Amerika. Ja, ja, ja. Pe pen money in Amerika zomaar dat je abrakens komt. Ik ben gaan doen dat die peden diaspora monnik, sommige monnik kom. Di look so mooi kleur de tatamoni abi de erwan sani tene konja de weti wa so en ik kijk en ik zie on the cover Nederland SBS 6 wat programma ode mi denki op Nederland om 9:30 dan wordt eerste ontmaskering is Rabin Baldeuzin voormalig wethouder in Den Haag. Rabin Baldeuzin, bal goed gebouwd, heeft bij de gemeente Den Haag decennia lang voor miljoenen euro's gefraudeerd. Zo. Look bang aan, want hij is goed gebouwd. Daar werken we door. Fraude bestond vooral uit het voor cultuurdoeleinden bestemde studiegelden. Sinds zijn aantreden kon deze Rabin Baldeuzin samen met zijn handlangers ongestoord zijn gang gaan, ongestoord uit de pot van de gemeente weghalen. Zijn beruchte handlanger, betrapte handlanger, is Surin Narayn, die uit de pot van Stichting Phobos €54.000 plus zou hebben verduisterd. Deze man zegt gebouwd. Verder komen Rolien en Chander uit Rotterdam ook in de uitzending aan de bak. En is je van uitzending met de president dat pensioen. De man is neger op de depot in kon. Het gaat om een onderling doorverkochte stuk grond. RNC voor het eerst. Toetrouwen RNC voor het eerst. Voor het frauderen van met €5 miljoen van de gemeente Rotterdam. Het gaat om een onderling doorverkochte stuk grond dat voor 10 keer boven de prijs 5 jaar geleden aan de gemeente Rotterdam werd verkocht. Want is maar afstand toch dat weet ik. Ik ken vele verhalen, maar de kaart. Tim is aan het ding. De kaart door naar mijn lezing. Mijn heb samen meteen. Ik heb verder in het. Oh, dat is op dat je zand hebt. Ja. Verder in het programma hoe het geld inmiddels is uitgegeven door bovengenoemde fraudeurs. Het heeft kenmerken van typisch op een dubieus wijze wegleggen van kapitaal dat een ander toebehoort. Rabin Baldeuzin, ik zeg je wel, is goed gebouwd. Heeft met het gefraudeerde geld, noem het gemeenschapsgelden, bestemd voor Hindustanen in Nederland privé appartementen laten bouwen in Paramaribo, Suriname. En dat is Tatanenia, dat vergeten die Nederlanders niet. Die link met Suriname. Ja, die link met Suriname, maar met tijd toch, Demoni, zeg op en neer. Ja. Zij is, Rolien zit eveneens met het gestolen geld in Suriname. Mm-hmm. Zij is groot verkaverlaarster in Paramaribo, Aibaya. Mij param nomaf, baya. Chander is na de oplichting, ano Chan Mitakera, Chander is na de oplichting van de gemeente Rotterdam in zeer korte tijd eigenaar van 50 panden in Den Haag. Dat mij als je pijnwens er een man kan vinden, zo min panden in Den Haag en Rotterdam geworden. Ja, u leest het goed. Voorheen was Chander een eenvoudige, niet als de beste geschoolde boekhouder. Nu is de vraag. Wat de overheid, OM, Openbaar Ministerie, met het bij elkaar verzamelde bewijsmateriaal gaat doen. Alle Hindustanen die tegen dit soort praktijken van soortgenoten zijn, moeten maar een platform oprichten om vervolging van dit soort overtreders te eisen. Want het geeft ze schaamte. Ja, maar Smalik had die nene, die zien. Smalik die een paar mensen nene, die toch die zien. Maar op deze maar de nene, die toch die zien. En persoonlijk, Rabin Baldeuzin is de man die in september 2021 de regie had tijdens een bezoek bij inkomst van Diaspora Nederland in zaal Opera. Mm-hmm. Rabin Baldeuzin schijnt ook erg bevriend te zijn met de huidige president, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi van Suriname. Er gaan ook video's rond waar Rabin Baldeuzin aan het dansen is in privésfeer tijdens een verjaardagfeestje van de huidige president van Suriname. Dat heb ik persoonlijk gezien. Even zien.
Dus wie verwijst wie en de pot verwijst de ketel en. Ja. En niet daardoor, minus een fijn horen in morgen vallen. Maar meneer Magna, is dit niet. Is een beerput. Het zijn van beerput zo verhuizen vandaar. Is dit niet iets voor Suriname om zich verschrikkelijk voor te schamen? Dat Suriname en Suriname zo. Maar, we moeten samen te zaakjes, ja. Maar men vroeg nog tijdens de, er was een zitting daar met de president toch, ja, weet nog, in Nederland, ja. Toen de zoon van meneer Hoksoos, ja, studenten, ja. En toen zei hij, men vroeg hoeveel van die gemengde personen in je regering zit. Ja. Hij zei, 1 donkere vrouw en de rest Surinamers. Dus niet heel Suriname hoeft zich te schamen hoor. Wij die dit durven te uiten, hoeven zich niet te schamen omdat we gewoon op die onrecht. Maar ze geven Suriname op deze wijze een slechte naam. Laten we die slechte naam incasseren en daarmee schoon maken houden. Ja, schoon schip houden. Laten we een nieuwe bezem. De bakker kan je wanneer je CBD, is er voor je CBD en poer. Want de man nou roken naar de toestanden die zien. Daarom zijn mensen niet defensie. En ze wisten al deze plannen, maar de rekening kon niet. De meeste van al deze mannen hebben altijd via een achterdeurtje, een onderonsje, iets gedaan op bereik. Dat is altijd zo geweest. Sinds Mikoboro mis op deze. Maar nu allemaal dat zo. Want ja, man, ik ken mensen van die man van Palo, weet hij. Ja, Ramlinandelal. Is een man van. Ja, is een heel gerespecteerde man ook. Die, en zo op een aantal die heel goed zijn. Jonge kerels ook, goed geschoold. En ze hebben principe, jonge dames principe. Me doe zelf naar de man continu. Maar misap suma na suma. Ik ken vele verhalen, maar kan niet alles zeggen. En de tempt ik mijn man taking, wat was deze aan de kon zelf naar doren en dan met bos en toekom, met jouw kleurtje bij. Maar in de kant dat ik naar mijn taak naar Sampot kom. Ja. Zo, na deze heftige berichtgeving, ik heb begrepen dat het om een programma gaat, volgens mij oplichters gezocht. Ja. En deze is meestal ook op YouTube dan te bezichtigen daarna. Dus iedereen kan het daar gaan opzoeken. Hoe deze... En de Nederlanders daar, die oprecht zijn, en er staan zowel Creoolse afkomst, Japanse afkomst, wat dan ook. Ook al zoeken en het zijn die deze maar voor staan, met de schi, van de background aan de, op de beraadoro. En wanneer blanken dit doen, is een teken van we willen alvast jou, weer toen ik dat ik op zomaar jou naar Europa kan. Juist. En daarom ik denk, vandaag of morgen, ding Okomoto. Ze worden nooit meer gekozen. En als je dit ding gekozen, dan is meestelijke vrouw dat pleeg. En nog geen tranen dat. Dat want dat je, als je dat je een artikel kent is lees, dan is pretty een panja in tranen. Iets anders. Dit is ook een Suriname-Holland connectie. Het heeft te maken met iets dat we dagelijks gebruiken en mensen dagelijks drinken. Het heeft te maken met het bier in Suriname. Parbo-bier. Er is een nieuwe wet aangenomen wat betreft het accijns. En in die wet zeggen ze dat een bierbrouwerij die al zo groot is, nog meer mag gaan produceren. Nu, Parbo bier is 76% van de aandelen van Parbo bier zijn in handen van Heineken. Ze gaan uitbreiden, maar ze gaan niet uitbreiden met Parbo bier, maar met Heineken bier. Dus het wordt een Parbo bier of de Jogo versus Heineken bier. Wat vindt u daarvan? Wat als Heineken nou... Want Heineken is behoorlijk populair geworden. Veel mensen prefereren Heineken boven Parbo bier. Ja. Maar wat als deze Jogo nou zou verdwijnen? En dan gewoon de Heineken... Laat me eerlijk zijn hoor. De eerste in de eerlijke in is recht voor Sitaki. Ja. If you ask me wat alcohol, sigaret, naar deze zand betreft, voor mij gestolen. Mag gestolen worden. Ja. Ik ben geen drinker, dus mijn naam is Vierigen. Maar Parbo nou een bekende zand voor Suriname. Uit, hè? Parbo bier, Jogo bier, ook weet je aan deze zand dat die. Maar het is. Alles wat nu kwam, kan je weten dat er een hart was aan Dabaka. Ja, tuurlijk. Wat 1, 2 Dabaka. Maar ze ten kom. En als zelf de oudste mensen zich gebruiken, maar ze ten. Ja. Maar ze ten alweer, oude regel. Ze hebben ook dat oude regel. Sinds mijn grote commissie hebben ook dat. Je kan ze ook afwangen, om het je
onder de tafel en zo en zo. Mm-hmm. Mensen maar gaan niet onder de tafel zitten, alleen maar dames hier. Dus. Maar dat we zitten op afstand, dus. Ja, we zitten. Ja. U mag uw handen zeggen, dat is niks goed. Dus u een lange arm heeft. Ik heb behoorlijk lange armen, nee. Ja. Kijk, hier kan ik hem aanraken. Oké. Goed. Dus dat wil ik ervan zeggen hoor. Ja, wat paar woord dringen en zo dat niet. Voor mij was er een sigaret naar kon ik morgen als er aan. Ja, maar als bijvoorbeeld, als Heineken 75% heeft van dat 76% heeft. Dan weet je hoe groot de afslag over neemt. Dan heeft Parbo 24%. Ja, Suriname eigenlijk. Suriname, ja. Maar dan begrijp je toch wat er gebeurt. Wij gaan dan de strijd... Maar dat is al lang zo hoor. Wij gaan de strijd met Parbo, met Heineken, niet kunnen aan. Heineken is veel sterker en groter. Het is al lang zo hoor. Maar ik mag wel iets zeggen, als het dan bier gaat, is Heineken gezonder. Dat moet je wel weten. Heineken gaat geproduceerd worden in Suriname. Ja, dat is het. Van deel zitten. Ja. Maar adesso, als ze meer procenten hebben, gaan ze die deur krijgen. Ja. Wat voor regering er ook zat, ze zouden wat dat betreft denk ik toch kunnen doorstoten. Want ze hebben die aan procenten meer. Ja, ze hebben meer. Dus we hoeven ons daar niet zo... Ja, maar je weet, bij deze mensen hebben altijd iets... Wat sanitair politiek is extra. Ja. Nee, niets kan breken waar ik ben hoor. Oké. Okay. Het zou alleen maar geluk betekenen, toch? Ja, in mijn huis, als het valt, is het geluk. Oké. Okay. Maar het zo normaal ben ik hier. Oké. Er is een vraag van meneer Rieberger. Hij vraagt, wat denkt u van een jonge intellectuele zakenkabinet van Surinamers die niet met justitie in aanraking zijn gekomen of berecht? Uiteraard zal dit kabinet een manifest moeten hebben welke wetten en controle zij de eerste 200 dagen aannemen. Bijvoorbeeld wet openbaarheid van bestuur, wet jaarrekening enzovoorts enzovoorts. Eigenlijk ben ik ook niet een man van lange takkie, maar weet je dat dat wel komt, meneer? Jong kabinet. Jawel, er wordt eraan gewerkt, meer dan dat je denkt, wordt eraan gewerkt. En alles aan je pot direct door. En het heeft niets boosaardig erachter, maar een nationaal kabinet. Nationaal kabinet, jong, intelligent en hij komt. Alleen moeten ervaren mensen vorming eraan geven. Juist. Want jong blijft jong. Min of zijde. Er moeten goede adviseurs zijn. Ja, mensen die opschrijven en dan. En dat is allemaal in de maak. En ik weet van welke hoek het komt en het zal aanslaan. Ja. Let maar op bepaalde verschuivingen en bepaalde partijen. Ja toch? Kiedaar. En daar, hallo. Wat is dat? Gaat u maar door. Ja, let maar op de verschuivingen die komen in bepaalde partijen en hoe men te werk gaat. En dat men aan jonge kader werkt, heel oprechte en goede mensen die weten waarvoor ze gaan, er wordt gewerkt. Ik weet het toevallig. Ik kom soms dicht bij bepaalde tafels en dan hoor ik het een en ander, zie ik het een en ander. Kan ik het een en ander bevestigen. En ik weet dat men uit de grond van hun hart daaraan werkt. Om dit plaats te maken en te weten van. Wanneer je abani dape. Of sma. Die in haar hart. San nee stop. En mijn spreeksituaties ook. Yes. Want kijk dat van 8 december. Dit is daar meer dan 30 jaar of 40 jaar. Mijn spreek. Ja. If you be one do one. San je bent doing bad. En ik ben tegen dat stop. Door de. Omdat God bless you no de naïni. En. Denk dat God bless in de naïen, dan dat nou heel drapjes heeft collega uit zijde aan de, maar dat wil je van te lezen. Want mijn oorlogkwans maakt je dan smaak me dan ik kon zijn. Maar ten die verhaal zei, denk je sabi, maar je no sabi, je no ben dat, dat je de opiek trafasi. Dan maak je, je schip aan meneer in kwestie, aan de verruster, aan de lobe gwe nooit aan kon redden. Attend ja. En ik was met de andere omstandigheden dat zo lang. Amerika pot neem bakka, dat pot neem bakka, Holland pot neem bakka, nooit alleen trakondreze. Je hebt dat ergens een bepaalde rechtvaardigheid dapper om hem te behouden. Ja. En al dit beroep heeft op het de hand van de onzichtbare. Ja. En daarmee heb ik al alles gezegd. Maar het is mijn vervelend is dat ik Comoro boom, zodat hij begreep dat hij. En als ik ben, denk ik sapsa. En dat soms maar abi. Principiële uitgangspunten. Mm-hmm. Want Bijima leer me ooit en me vergeten. Attack en me af een onrechtvaardig miljoen voor jou. Die mensen keer me mijn geen.
En met mijn rechtvaardigde intentie. Met die alle moeite moet je doen. Dus, dat is wat gaan spelen. Het is principieel, het is wat bij die man dat is. Maar wel even wat is dat? Even kijken. Die, ik ga even weer teruggaan op die $900,000 die uitgegeven is aan Dubai. Vanuit een misschien een staatskas dat leeg is, of vanuit een... Ik weet niet waar het vandaan is gekomen om dat te kunnen betalen. Maar de minister van Financiën, die voelt zich wel geroepen om aan de bel te trekken. Hij zegt, als we niet oppassen, gaat er een brandstofschaarste ontstaan. Want hebben enorme schulden bij de oliebedrijven. En straks willen ze niet meer leveren. Ze dat nu pas. Nee, maar dus maar dan betaal je toch uit die 900.000? Nee, 900.000 is al uitgegeven. Ja. Maar dus omdat het zo erg is, moet de benzine weer omhoog gaan. Want we betalen eigenlijk te weinig voor. En dus gaat de benzineprijs met 202,50 SRD per liter omhoog. Begrijpt u dit? En wat vindt u ervan? Hmm. Het is goed bereikt. De minister van Financiën denkt, ik ga zeggen dat hij kalhoofdig is en alles aan hij moet in de Hij denkt dat hij slim is. Meneer Adin heeft hem toch helemaal schaakmat gezet. Aantal keer, ja. Aantal keer bij. Helemaal schaakmat gezet. En hij is helemaal niet slim. Integendeel, heel dom uitgevallen. Ja. Laat hij maar even naar Dubai meegaan. En dan begin ik voor de laatste stuiptrekkingen. Dat hij kan uithalen wat geldbanditerij betreft. Ja. En hij is helemaal niet slim. En hij heeft geen slim werk verzet. En econoom zijn en economisch te werk gaan is wat anders. Een land economisch vooruitbrengen is wat anders. Hij is van financiën. Ja. Econoom wil ik helemaal niet zeggen, want econoom dan zou ik de minister van Economische Zaken gelijk ontslag geven. Ja. En samen met deze minister, die denkt dat hij slim is, maar een van de. Ja. De chief minister is slim, daar kon ik abraaien. Want dit gaat mijn petje te boven. Ja. Maar het is gewoon een set wat hij daar heeft uitgespeeld. Ja. Om te nu alvast jou op een dwaalspoor te brengen op de uitgaven die daar nodeloos worden uitgegeven. Om het te rechtvaardigen. Ja, want we hebben de 900.000 die. En wie moet het gelag betalen? Wij. Ja. En wat IMF, het druk bent op bepaalde zaken. En dat doet dat schuldig naar IMF-systeem. Ja, IMF is dat... Maar IMF volgens mij geen interesse meer. IMF kwam helemaal niet in. Never. Nee. En we hebben niet een goed bedrag in IMF. Yes. Goedemiddag. Goedemiddag. En mensen hebben wel met de hoek, maar dat die met de ene dat de naam doen de naam doen. En dat de naam doen de naam doen. Jullie kennen me toch? Ja, we kennen. Kennen jullie me niet? Een beetje. Oké. Even kijken. Nu iets binnenlands nu. Of wilt u inspringen met een... Ja, ik moet genoeg mensen daar hebben. Na precies 5 uur begint ik met mijn betoog. Met 5 uur is het afgelopen. Dan heb ik even een... 5 uur is er nog niet. Amazon 5 uur zijn we klaar. Dat is van 3 tot 5, 2 uren. Oh. Ja. Amazon Queen vroeg als u het had over de documentaire van gisteren in Zuid-Afrika. Hm. Welke? U zei, u had het over een documentaire. Dat was gisteren. Waarover ging dat? Nee, niet gisteren. Eergisteren was het. Oh, eergisteren. Ja. Ja. Als u daarover... Ja, over die documentaire. Dat was in Zuid-Afrika, was in Ghana. In Ghana. Ik ben zelf geweest en wij hebben het gisteren wel gedaan. Omdat de heren wel de leren, wel de brief hield en ze hebben wel moeite gedaan. Maar dat wisten de Afrikanen gelijk van, dit is geen gisterlijke team. Mm-hmm. Maar Dugo, let in haar kerkie, de man die toen een trussopie, pater bedi, de katrussopie, dat bedi, die wat actie vergevenis en actie excuus. Iedereen die daar was kan het beamen, waar we ook met een deel zijn. Die direct toe dat die, uno seru, uno verratu. Maar de traman die bij draaien loontangen en zo, maar uno ring of dat die. Un kung fu, me kushatru toe. En dat na fio doe go poeren. Fio, te poeren, if je le yo dede, en if je no poeren te ati yo dede, yo nya yorka supu dadelijk. Dus dat bedoelde ik, ja. Oké. Is er nog een opmerking? Ja, meneer Rebergen vraagt, wat vindt u van de schimmige frerie van deze regering met Guyana? Ik en vele anderen hebben absoluut geen goed gevoel erover. Denseri Heris Ranan. Ik denk dat men op het laatst wel, ik denk dan een beetje militair achter, hè. En dit tjus zijn met het, hè. We hebben het zo naar gekeken.
als ze niet uitkomen, dat ze uitwijken en misschien afdwingen van Noord-Korea, Noord-Korea-Zuid-Korea systeem. Deel akondre op en dan kun je Guyana je back there op. Zoiets afreden dat. Afreden heb je toen zien. En Guyana heeft op te hoog niveau bemoeienis in Suriname. Als de first lady een Guyanese is, als de defensieleider, de geheime dienst, Guyanese is, als een van de andere, er is heel wat Guyanese bloed die aan top zit. Het is een beetje aansjagend. Een land kan niet zoveel van een andere land weten. Wij weten niet eens kwaad van Guyana als Guyana van ons weet. Eigenlijk kunnen we bijna zeggen, ze slapen in hetzelfde bed, slapen met op dezelfde kussen. Ja. Precies. En we worden verkocht. We worden waar we bij staan, worden we gewoon bij de... Ik denk dat ze ook... Ik denk dat ze daar hun... Dat ben je een backing. Voorbereidingen treffen, toch? En, dat ze daar naartoe uitwijken. En, maar, ja, Maduro, dat ben je wat in de traces. En dat ze sommigen naar Mauritius gaan. Mauritius. Daar gaan ze toch veel. Ja, en, daar ben je ook ze voor, trainen daartoe. Guyana, Barbados zo'n beetje, maar niet zo erg. Mm-hmm. Maar, het geval van een... Van Guyana is een beetje om alert te zijn. Je moet alert zijn. Voor alert. Een beetje alert zijn met dat van Guyana. Maar, mijn ontdekking is het er nog steeds. Ik vind het denk ik dat het als we op de boel ernstig. En daarin word je dan soms geblokkeerd in je alledaagse leven met bepaalde feiten geconfronteerd die niet hoeven. En je wordt ermee geconfronteerd aan de mannen onder druk hier. Maar dat je gewoon de waarheid zegt. En nooit Uno doet dat. Ja. Oké, okay, yes sir. Oké. Okay. Oh. Ja, tot. Ja, alles wat is maar af die Odi, alles wat type. Ja, niet af die Odi trafassie. En dan heb je zomaar met die Odi. Er zijn van Amerikaanse officieren die werken. Oké. De vijfde golf wordt aangekondigd. Yes sir. Okay. Dag meneer. Thank you. De vijfde golf. Drive safe. Juist. Dat is echt belangrijk. Want Mofoyari. Dus iedereen... Ja, ze verstaan niet wat het Mofoyari is. Nee, maar ik zeg het tegen het is voordat u dat zegt tegen mensen. Moutier. De golf of the year. Oké. Okay. Nou goed, een vijfde golf wordt aangekondigd. Vindt u dat er genoeg gedaan wordt door de regering en door het COVID-team en zo? Actieteam om deze te voorkomen? Want het De regering, vijfde golf. En hun pachamus in het buitenland die alles improviseren en voor ons in onze strot drukken. Mm-hmm. Laat ze het maar bekijken met hun zoveelste golf. Want ze overspoelen ons alvast, je weet dat het komt. Ja. Maar je dan wel een beetje die video. Je zegt dat je komt, dat je wel een boodje aan het zien. Je zegt dat je komt. Je dan wel een paar op alle grens. Ja. Plein is zeker bij de pleegjaars als er aan. Ja, ik ga ze even een kamer begrijpen. Mensen zitten op de camera. Wie is hier binnen? Mensen zitten op de camera. Mia. Ja. Mia! Mia! Maak voor ze open. We hebben ze al op de monitor. Dat is een hele team uit India. Maar zijn wel gezinde mensen. Hè? Ja, ze komen zomaar. Nee, het is geen India. Het zijn gewoon onze Hindustaanse broeders en zusters uit Nederland. Die voor hun geestelijke welzijn hier zijn. Dus voor disbalans naar balans. Het kan. En dit willen we behouden. Dit willen we behouden. Umang Gousrefi, Konousrefi. Ik heb ze ook nodig. Tuurlijk. In bepaalde zanden. In bepaalde zanden heb ik me maar snel met Egi ba. Ze is heel soms voor een dotteen zijn ze daar zo heel goed op. Dan is professor achtergeet. Dan heb ze maar met dat je denkt. Pargo luku den fes heb aweti. Pargo luku den fes. Zo'n dijk boro helemaal. Mijn afdeling is zo'n dijk doen. Een boro van alle kanten zo'n dijk. Al zetten ze stelen erbij. Boro uit en die zegt Aladdin Tori. Maar ik ga nog niks zeggen.
Wow, look at het openbare ministerie ook in deze. De zon hindert me, zie je maar in de zon. Ik ben niet gewend aan de zon. Ja. Iemand heeft de zon verscholen. Ja, het gaat wel. Ja, maar ik voel dat het gaat. Lekker, zou u een beetje naar achter kunnen gaan? Oh, voor jullie koel, ja, en die zit tegen het makkelijk pilaar. Met een beeldje heerlijk zo. Liever zat ik daar bij een pilaar. Dat is wel. Is nog steeds mijn balkon, hè. Ik ben niet heel egoïstisch nu. Nee, de regering heeft me een beetje aangestoken. Zo, oké. De zon. Ja, het is zo goed. Ik kan het wel aan. Is het goed? Ja. Nee. Meer kan de mensen door laten. Zijn nog het kring. Ja, zo is het. Oké. Oké. En hadden we geluidstoestanden? Anders ga ik me vertoog houden. Ik weet niet, er zijn een aantal geluidsdingen. Als u die wil afspelen of niet. Ja, maar welke was zo krachtig van het corona iets? Ja, het gaat allemaal over corona. Ja, even kijken, de ene, zie je dat? Vandaag willen we niet over corona zo veel hebben. Het begint met een helemaal te corona te konen. Ja, je blijft erin maar een cirkel draaien. Want deze en wat beleid al daar geplaatst is, je zal het moeten accepteren. Je moet van je brengen je tussen allerlei soort gedoe dat is. We zullen dat corona nog kiezen en het cheer doen. En mensen zeggen kies wel voor weer beter in. Dat was zo goed. En dan ben je wel bij van het cheer doen. Dat wil zeggen dat je onvoorzichtig moet zijn, mensen. Ja, DVD. Ja, het is echt een lee. Miwaka DVD, Misamsana DVD. Je kunt het gewoon luid zeggen. Penitentiaire ambtenaren doen niet mee. Ja, maar ze doen wel weer, ze doen niet mee. Ze deden niet mee omdat ze geen goede schoenen hadden en ze hadden geen financiën ervoor. Maar niet gewoon het duizend dat leek. Nee, maar het lijkt dus dat ze te vroeg hebben gereageerd dat het financiële ding al goed is. En het komt nog. Een tweede aankomst. Dus er wordt gezegd dat er geen reden is om, hoe het weer? Maar, dat, ja. Ja, maar de vraag is van, hebben ze die mensen in kennis gesteld dat het geld is vrijgemaakt? Maar de brandweer, doet de brandweer mee? En wanneer wordt het geld dat is weer goed gekomen. Het is al vrijgemaakt, het duurde even. Dus maar nu, één ding vind dus, nu kunnen er wel kleding en schoeisel verkocht worden. Ik weet niet of het tijdig genoeg is hoor, maar het kan. Ja. Want ze kunnen niet omdat ze geen schoeisel en kleding hebben. Juist. Kan het misschien van de mensen daar? Ik weet het niet. Ik weet niet waar de kleding is. Ik snap het helemaal. Maar dit is een reactie geweest vanuit de krant. En als het geld is, hoe gaan ze al die penitentiaire ambtenaren kleding geven? We zullen ze meedoen. Ja, het muziek is te leuk daar. Laat de muziek wat zachter. We zijn live. Wat uit. Nee, niet geschikt voor het programma ook niet. Ja. We zijn live, dus het muziek. We zijn live hier bezig. Is vandaar. Oké. Okay. Yes. Levend zijn we bezig. Maar wat ik, yes, ook, wat ik ook nog zou zeggen. Ja. De mensen, dus de deelnemers aan het DTW, de gewapende machten. Ja. Mogen niet deelnemen als ze niet gevaccineerd zijn. Ja, dat is wat de Dijksel heeft gezegd. En nu weten we niet hoeveel. Ze worden gecheckt op een vaccinatie geweest. Juist, maar we weten niet hoeveel. We gaan nu weten hoeveel. Stel, ik weet waar je dat doet. Yes, dat door. Stel dat bijvoorbeeld de marine daar moet deelnemen en 12 mensen van de marine zijn maar gevaccineerd. Hoe wil je dat doen? Ik weet het niet. Ja, je mag komen groeten. Nederland komen groeten. Maar ik denk dat we zijn niet te delen, mijn broer. Qua herbezending. Dat van deze man. En de meeste, dat met mijn tegen, mijn broer, Missa. Dat ik nog dit te verdelen in groepen en hokjes en zo. Volk naar die zang dat en zo. Kijk, neem mijn broer hier gewoon op de camera. Goedemiddag iedereen. Hij komt hier. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, ja. Meneer. Hoe gaat het met u? Goed, papa. Yes, sir. Lekker. Yes. Bij Michi Baka. Ja, oké. En wat je aan today door? Ja toch? Wat je aan today? Daarom. Oké. Een breed oesje toe, dan mogen we de kamers. Misschien heb je het niet, maar trouwens. Ja, laatst wel mag je dat. Ja, oké. Oké, prima. Ik heb een paar dingen regelen. Oké. Thank you, broer. Yes? Ja, en wees jij wakker. Sorry, ik ben nog even wat je ziet. Ah, oké. Oshidak meneer Lee, alles zei u de en
UNEPRI. Wat mevrouw Stugger daarnet zei, is dat, hoe dit weer, stel dat er mariniers mee moeten doen en 12 zijn maar gevaccineerd. Dan gaan dus 12 mariniers daar lopen. En van de andere groep zijn er misschien 25 en dan gaan er 25. Dan wordt het defilé toch klein. Een defilé, is hun probleem. Een defilé, je kan het bepalen als militair, van dat het zijn je meerdere die dat bepalen. Hè? Minstens de wakker 2 aan 2 naar ding is aan ding. Nee, alleen wordt het niet wat we gewend waren. Nee, wat ze zegt is dat... Maar het is dat protocol wat ze willen. Ja, je kan daar aan niet komen. Ja, dat maakt niet uit. Nee, dat begrijp ik. Maar als je normaal gesproken heb je in één in een gedeelte van een... En een peloton. In een peloton heb je zoveel. Ja, maar het is niet gebonden aan. Dus ze kunnen in deze maken wat ze willen daarvan. Gezien ook corona. Dus ze kunnen doen wat ze hebben willen. Oké. Ja toch? Dus daaraan kan men niet komen gewoon. Het is des regering, het is des de eenheden, de commandanten, ze hebben natuurlijk deskundigen daar. Maar dan zijn de kijkers... We zijn iets anders gewend. Dan zijn de kijkers snel door een kijkplezier heen. Geen, ja, dat wel. Dat is het enige. Dat is het enige. Maar het gaat kijkers blijven. Ik denk dat als de president weggaat, wil hij dit niet missen, hoe dan ook. Want die defilé moet sorry. En dan neemt de andere vicepresident dan het defilé over. En dan is hij de president. Nou, dat. Meneer Steven Chinaton zegt betoog. Al voor de tweede keer hoor. Betoog. Betoog. Oké, mooi. Oké. Dan mijn betoog. En zonen. Ik ga er van mijn boy bakken dood. Zal die boy zeggen die jaren president? Zo, het betoog. Integriteit. Nee, dat is het niet. Vandaag. Ja, dat is het niet. Vandaag ga ik het hebben over leiderschap. De invloed en impact die je hebt op jezelf, je omgeving en ongeacht de omstandigheden richting kunnen geven en bijdragen aan persoonlijke groei, als ook het zakelijke leiderschap gaat over een heldere visie hebben en richting kunnen geven met respect voor je omgeving. Is dat begrepen wat ik zei? Herkenbaar. Drie belangrijke spelers voor goed leiderschap zijn. 1. Verbinding. Wil simpel zeggen weten wie je bent en bewust zijn van je kwaliteiten. 2. Vertrouwen. 3. Eenvoud. Leidinggeving geven is makkelijker gezegd dan gedaan. Vandaar het thema ook luidt. Jompo tik taki anonoti manat. Maar putahori, daar zit het, dapa bono to de. Leiderschap en integer handelen gaan samen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We moeten leren om niet alleen ideologieën op papier vast te stellen of als spreuken te gebruiken. Maar ook daadwerkelijk na te leven wat we zeggen. Leiderschap is geen heerschappij, nog verdeeldheid zijn onder de mensen. Let wel goed op onze leiders. Leiderschap is geen heerschappij, nog verdeeldheid zijn onder de mensen. Als een groep mensen hun vertrouwen in jou heeft geplaatst omwille van de duidelijke visie en missie die je toen voorhield, zal je conform moeten handelen. Dat betuigt pas kwaliteiten van een integere leider. Een goede leider luistert en aanvaardt ook goede adviezen van anderen en plaatst ten alle tijde zijn emoties terzijde. Want ik zie ze vaak bij journalisten zo heel emotioneel leren. Dat ben je dat in een stressreview. Als volk moeten wij ook eens leren en beseffen geen emotionele keuzes te maken als het gaat om je toekomst. Die kunnen fataal worden. En partijen moeten nu ophouden om het volk te misleiden alleen om aan de macht te komen. Een landbesturing is geen money-making business. Je bent verantwoordelijk voor duizenden mensen en elk handelen van de overheid heeft invloed op elk sector. Zoals we straks onze staatskundige onafhankelijkheid herdenken, laten we bezinnen en beseffen wat ik al zei. Als ons huidige leiders mensen regeren, dan zal onze natie gauw een ommekeer moeten ervaren. Als onze huidige leiders menens reageren, als onze huidige leiders menens regeren,
dan zal onze natie gauw een ommekeer moeten ervaren. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to be a different. It's never about the role, always about the goal. Leadership is action, not position. Anyone can hold the helm when the sea is calm. De persoon aan wie ik gelijk dacht is reeds genoemd in het artikel. En dan heb ik mijn betoog beëindigd, maar ik dacht aan hetgeen je me vroeg. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ja, dan moeten mensen mij dan op een bepaalde manier nu volgen. Ja. De persoon aan wie ik gelijk dacht is reeds genoemd in het artikel. Sanskriti Atori. Voor de Santo, mevrouw Heenaert van Russel, dit betuigt allemaal van slecht leiderschap. Dus tegenover goed leiderschap, slecht leiderschap. Oh, u heeft het over dat juist. Van, ja, brengt het me terug naar mevrouw Heenaert van Russel, die betuigt allemaal van slecht leiderschap. Een functie willen houdt lang niet in dat je daar invulling aan kan geven. Ja. Om de Afro-Surinaamse cultuur het best uit te dragen, moet je met die Afro-Surinaamse namens communiceren. Amen. Bijvoorbeeld nachts opzoeken, cultuur opzoeken en zo minder presikans opzoeken, akatatu op. Wanneer Karim ono ja die toe. We moeten ophouden om rond te lopen voor wang, tja, ning en sleur je alles en iedereen mee. Wat ik heb geschreven sluit ik ook hierop aan. Dat de goede meneer Tai Aping het snapt. Zal aan zijn intelligentie liggen. Dit is geen film, het is cultuur, gevoelige informatie. Ja, juist. Ik kan niet zelf buigen aan welke kant je wilt, in feite. Ik moest ze toch die natrap geven. Ja, natuurlijk. Dan zegt mevrouw Shirley. Goedemiddag, kent u de geschiedenis van Dubai? Ik zou graag alles van u willen horen. Voordat we daarop ingaan, wilde ik even reageren op het betoog van meneer Magnak. Meneer Magnak. Ja. Ja, u heeft eerst 3 punten opgehaald. 3 punten van goed leiderschap. Ik zou ze graag nog eens willen horen, als dat kan. Yes. Neem aan het begin. Ja. 1. Verbinding wil simpel zeggen weten wie je bent en bewust zijn van je kwaliteiten. 2. Vertrouwen. 3. Eenvoud. Wat is er weer mijn reus? Iemand heeft zijn fiets afgepakt. Wat? Iemand heeft zijn fiets. Wat? Ik kan er niet tegen, man. Kom even zitten. Ik ga het voor je halen. Kom. Nee. Papa doet alles voor jou. Nee, man. Wat dat betreft is patent voor je leider, voor je toch? Oké, daar wil ik naartoe gaan. Die 3 punten die u daar noemt, zonder te slijmen of zo, maar dat beschrijft u perfect. Ja, oké. U beschrijft u zegt het. Ik zeg het, ja. Oké. Maar ik ken iemand die het beter kan doen, hoor. 10 beter dan mij. Oké, nou goed. Zo ken iemand, ik ken ook iemand en dat kan zeggen, dat bent u. Oké, u zei ook nog, voor het volk, even kijken, ze moeten hun emoties dus ook aan de kant zetten als het gaat om keuzes die ze moeten maken voor hun toekomst. Bedoelt u daarmee bijvoorbeeld het stemmen, dat ze dus niet uit emotie moeten stemmen, maar kijken hun... wat naar je toe wordt gegooid, wat realistisch is. Goed doordacht stemmen. Goed doordacht. Altijd is mijn tak aan, is mijn tak, is goed denken. Vroeger had je, de vroegere leiders... Als mij dat wel loog, Nederland, Spengel, Aaron en zo. En dan had je de NPS'ers, mijn oma's er ben daar in. Hij te denken, of ze dat in bar, hij veel takkie, za takkie. Net voor de woorden verstaan. Heel geweldige woorden. Maar ook goed kunnen nagaan van wat de ideologie van partijen voor jou zouden kunnen betekenen in de toekomst. In de toekomst. Wat ze daadwerkelijk voor je kunnen betekenen in de toekomst. En dan zou ik daarbij willen toevoegen, niet alleen kijken wat hun ideologie zegt, want kijk wat die partij daadwerkelijk doet. Maar ook doen. Kijk of ze het echt doen. Juist, kijk of ze het echt doen. Kijk of ze horen bij daad voegen. Precies. En dat gaat men zien. Ja, want je hebt theorie en praktijk. Suriname heeft één ding. Zoals men in het meestal
een bepaalde partij bij die eerst tegen Sandati. Zoals denk ik in de oppositie, dan begint men te vechten tegen de coalitie. Dat was het, toen het systeem. Ja. Maar nu heb ik gezien eindelijk de oppositie, net zoals Sandati Wang, de fighting om ware feiten. Om het volk. Maar toen... Omwille van het volk. Ja, alle de oppositie naar feest is dat doen. De bientijd dat die, we fighten voor die troepen. Om weer aan de macht te komen. Juist. En dat ideologie, a richting, a volk, a doel, zijn eigenlijk... Werd weggemoppeld. Ja. En daarna, zo, tja, de zet confie, pardon, ik droog op. Weg. En men indoctrineert het volk om dan jou als boeman te zien. Terwijl boemboe zijn bij zich volk. Ja. En alleen zijn tapu. In de Chinese staan dat morgen, dat de liste dat de boer doen. En een paar projecten raken ze wel op. Maar het zijn al uitgeschreven dingen. Het zijn dingen die al want ik denk dat dat zijn. Want ik denk dat dat zijn voren, dat wordt ingezet. Hij mag niet meer huilen, ja? Anders word ik... Dus... Ja, als voorbeeld wat de vorige regering heeft gedaan en wat helemaal... is volgens mij het ene project waar laatst mensen weg zijn gehaald. Ja. Het waren huizenprojecten en mensen moeten daar niet doen. En dat hebben mensen in Nederland noemen ze dat de kraken. Kraken, ja. Nee, maar kraken. Hoe heet het hier? Occupanten. Occupanten, ja. Ja. Dan heb ik, we gaan niet over corona hebben, helemaal niet. Toch maar eventjes over. Ik ben nog niet klaar. Nee, ik zie iets hier van... En die vraag van mevrouw Shirley. Oh ja, er was een vraag van mevrouw Shirley. Ja, over Dubai. Of je de geschiedenis van Dubai kent. Ik ken het, maar dan in een ander programma ga ik het. Maar laat me zeggen, Dubai is helemaal bij elkaar gespoten. Ja. Uit de zee gehaald. En toen, wat hier zijn we ontstaan, want ze komen bij elkaar, net als zomaar bij elkaar. Er moest heel wat aan te pas komen, dat hebben we een vaste grond. Ja. Want door trillingen ging het weer uit elkaar. En mijn vrienden zijn even naar Dubai. En ik kies om een gelegenheid naar Dubai. Ja. Uit Europa, uit hier. Mm-hmm. Mijn vrienden komen praten over die Dubai of uit elkaar. Maar de geschiedenis, om serieus te zijn, mevrouw. Julie. Ik ga het oprakelen en dan gaat hij iets. Ik weet waar u naartoe gaat, maar het is ook belangrijk dat de mensen dat weten. Ja. Ja? Maar dan hebben we heel programma. We kunnen daarmee. Ja. Okay. En waarom het nutteloos is dat onze. Hoogste gezagsdragers nu daar. Gaan. Het moest gewoon een manifest zijn voor iets minder... Net als Carifesta. Als een Carifesta hier is, dan komen niet de presidenten van de landen. En dat verwachten men daar ongeveer 25.000 mensen aan de WK weer. En dus al het geld is al bereken en zo. We hebben die plein euro enzovoort. Ik zou om in ik weet dat bij toe. Dus behalve die 900.000 die betaald is om mee te mogen doen. Charter speciaal. Eten, hotelkosten. Ja, hier en daar gaan. Shoppingkosten, handgeld. Ja. Handgeld en beetje shopping ook doen, beetje tentori. Gaat de persie ook? Ja, maar dit zijn mijn grotap zijn in de Sota Wadra. En hij trekt me aan. Sam no mus abim no abi. Maar Sam abi heb ik hier. Ik heb het in mijn geest, ik heb het in mijn mentaliteit, in mijn karakter, mijn principieel uitgangspunt. En dat kan niemand me ontnemen. Misschien kodja voor aan ik moet doen. Ik zeg je, mijn vader ontdekt, ik open mijn pers en dat moet razen. Dus... Even weer terug naar de défilé. Ja, het is een verjaardag van Suriname, dus het is een belangrijke dag. Die dag is er geen lockdown. Het is wel een vrije dag. Maar er is een veiligheidszone gecreëerd die volgens mij duurt tot aan de défilé of zo, toch? Tot 2 uur 's middags. Vindt u dit een goede manier om te gaan met een vijfde golf die aankomt? Défilé? Nee, ik zei dus 25 november is het geen totale lockdown. Er is alleen in de binnenstad een veiligheidszone. Het is wel een hele vrije dag. Iedereen is vrij. En iedereen mag gaan en staan waar hij wil. Maar alle winkels mogen open zijn behalve... Alles binnen die zone. Ja. En die mogen na 2 uur open gaan. Wat zijn ik wil mensen? Vindt u dit een goede manier om zich voor te bereiden op die vijfde golf die komen gaat? Is geen manier. Ja, maar ze hebben ook afgeraden dat mensen dus niet moeten gaan. Nee, maar na 2 uur mag iedereen daar lopen, toch? En toch hebben ze afgeraden om niet te gaan. Oké, dat is goed. Het is toch, wat dat betreft, hebben ze... Ja, ze hebben afgeraden ze hebben het aangepakt. Ze hebben het aangepakt. Ze hebben, wat dat betreft, is hun systeem om het te voorkomen. Ja. Om verder verspreiding. Om vrijdag, Vrijdag, maar toch
Vier uur is al gevoeld dat toch deze rotte jaar in zee. Ze hebben ook gezegd van, yes, dat het tot 11 uur is. Ik kan me terugvinden. Oké, okay, er is wel een lockdown tot 11 yes uur. Ja, ja, ik kan me wel terugvinden okay in ja dat. Naar Afrika van Kondre toch. Maar ik lees iets hier. Ja. Ik lees het en ik vraag me af. Op Alamba kan ik je weer. Waarom? Waarom? Ik zeg gewoon, ik heb militair bloed in me. Ja. En dan ga je nadenken. Niet dat je Iwango fit of zo. Mogen Nederlandse politie of militairen in Suriname acties ondernemen? Deze regering verkoopt het land aan de Nederlanders. Of zijn we aan de vooravond van de viering van onafhankelijk weer, onafhankelijkheid, afhankelijk geworden? Waarom zegt de persoon? En er is een film daarbij. Ja. Zware controle op stalkers door Nederlanders. Er is een groot Nederlands marine. Ik begreep net van iemand van justitie dat het een demonstratie is wat de honden allemaal kunnen. Welke honden weet ik niet hoor, maar het is wat ik hier lees. En dan heb je daar hier een. Wat hun honden kunnen. Maar dit is. Ik zeg je, ik heb militair bedoeld. Dus ik zie gelijk Trasana in. Er is ja. Wat doet een vrede mogelijkheid op jouw strategische posten? Ja. Is strategisch gelegen? Ja. Ik zie hier een. Je ziet het niet zo goed misschien, maar is het te zien? Nee, de zon. Ja. Maar vanaf 18 november tot en met 26 november is er gewoon een Nederlands marineschip. Ook dat is een beetje intimidatie. Ja. Dat is intimideren. Ja. Want het bericht was ook geplaatst op 20 november. En niets is zo afleidend, misleidend als dit. So, het moet toch te zien zijn. Dan zie je die honden in actie. Maar zeiden hem gebruik een hoofdweg voor. Dan denk ik dat je een sabana toch? Heb je train dag? Ja. Heb je train des aan dat je gewoon afgelegen plaats? Misschien andere, moet u een beetje meer schuiven naar die kant zodat de zon niet zo erop valt. Of dan moeten we zo'n groot ding pakken. En dan is dit het, hoe noemen we dat? Het ene zon afdekken, dat kan je even zien. Kijk er zo. En mijn light dag is mijn plasma dag. Zo. Kijk eens. Nee. Jammer. Eén hier ervoor staat. Ah. Ik denk dat het zo moet. Dit laatste. Met geluid misschien? Nee. Je ziet het niet? Nee. Maar iedereen wordt daar gecontroleerd. En die zijn er daar goed door. Moet het geluid dan alleen? Ja, zware controle op stalkers even door Nederlanders. En wordt gecontroleerd iedereen die langskomt. Ja. Je moet even je hand spuiten. En dat de UB zou gaan verzetten tegen de man, want ze zijn niet onze dingen. Ze zijn dan gaan verzetten, want precies in Nederland dat geen controle. Het is een vijand. Mogen ik begrijp dit helemaal niet. Ik begrijp het niet. Zou ik... Oefening, if that go, oefening, dan begrijp ik het nog. Ik zie soms honderden Franse militairen die wat op zijn. Maar dan wordt dit van tevoren aangekondigd in de krant, zodat men weet dat er een oefening gaande is. Het is allemaal misleiding en hoor, Sani en Sani. Maar ik moet zeggen, op je tonton die ding door Shwari, actie Vietnam. Actie Vietnam, actie Amerikaans samsa Vietnam, actie samsa Irak, actie samsa Afghanistan, afgedropen, alles. Stranam Ching, mijn kop naar de kwast was hij, zijn naam is Krijma, zijn net als Beyer. Buskondre Djukanenge Taki, was hij Taki, en kofu, Abchim en kofu Hebi, dat was Stranam. Meneer Magnat, u heeft dus zelf aangehaald van die. Nederlandse mariniers en politieagenten, militairen die. Ga een stuk naar die. Het wordt wel gefilmd, je ziet alleen nu wat er wordt gefilmd. Ja, die in Suriname zijn. Nou, voor het protest kwam van 20 november, afgelopen zaterdag. Dit ding gaat volgens mij uitvallen. Ja. Was al aangekondigd dat deze boot in Suriname aankwam. En deze protestactie is volgens velen niet zo groot geweest als men had gehoopt of had gedacht. Last minute we hebben ook de plek verplaatst, was niet meer het onafhankelijkheidsplein, maar het bronsplein. Desalniettemin zijn er bepaalde woorden geuit en ben ik heel benieuwd wat u van die vindt. Ik ga even oplezen. Dus bij de tweede protestactie, zaterdag, tegen het vaccin en tegen het beleid ervan, tegen het gedwongen beleid ervan,
zegt men dat er meerdere manifestaties zullen komen totdat de regering luistert of naar huis gestuurd wordt. Maar niet zo en slap. Als er iemand... Oh, moet het heftiger zijn? Nee, nee, niet zo slap als ze dat doen. Oké. Als er iemand wordt opgepakt, dan zal het cellenhuis gebombardeerd worden. Absoluut. Ja. Dus wat vindt u... U zegt nu al zelf, u heeft al gereageerd. U zegt, maar niet als ze zo slap blijven. Nee. Oké. En ik het verwonderde zelf als strateeg dat er een meneer Rijmer erin zit, dat ze dit niet hadden zien voor, kunnen voorzien. Ja. Ik sprak met iemand uit de gelederen van waar ik en meneer Rijmer zo komen. Ja. En die zegt van, dit is dan amateuristisch aangepakt. Ja. Maar je poort die bij de kerk, man. Want dat kan niet meer kwalijk. Maar je hebt een koppel daartussen. Ja, maar men heeft zelf een delegatie van 100 zoveel mensen verhinderd vanuit Brokkegonde te vertrekken. Klopt, ja. Men heeft ze verhinderd om mee te doen. Dus die Brokkegonde is maar moreel, toch? Ja. Dus dat kunnen we begrijpen. Maar Ushiso, Teesabi, dat is Konkoni. Pedon Bende, Koni Konda Dong Elowe. Dan met den te wachten. Wat had je ook die naar treffen zou wakken. En daarom ineens je een bepaalde set te hebben. Ik had het al voorspeld met dat van Piqué en dat soort zaken. En dan moet je ineens je tegen boy one kan de. Maar hij staat op een morgen diep kan. En dan je go, je sap je bakken. Je sap dat als man op stof toen hij tapu. Je sap je napu. En op den deur, ze moet ze op ze. De regering is op een trang, voet in haar zadel. Niet door geweer of door de tata zijn in de tata nog maar horen tegen. Naar onkondre. De tata nog maar horen tegen. God naar een geweldig voor een president naar een koep. Dat is jouw invasie, sowieso. Ja. En daarop had men gehoord. Ja. Dat heb ik direct korte met haar. Ja. Dat nou, dat onhoudt. De man heeft wettig gekozen. Ze hadden zich ook daarop voorbereid. Ja. Omdat ze uit de kast hebben getrokken. Maar nou, dan zie ik dat ik kom, het komt niet. Maar als hij komt, een koude moro ijs, een fire moro fire en een gratis moro lolly. Dat ik ga denk. Meneer Rebergen heeft een vraag. Hij zegt, de regering wordt gevormd door Chan en Brunswijk. Hele kleine zaakjes worden aangepakt, maar heel veel gaat mis. Vooral onze soevereiniteit en sociaal beleid. Waarom denkt u dat Brunswijk niet uit de coalitie stapt? Kennen zij Tories van elkaar of is het Brunswijk alleen? Of is het Brunswijk alleen maar om de macht? Hoe denkt u hierover? Tories van elkaar en Brunswijk om de macht. Nee, denkt u samen dat? Dat is wat u zegt. Dus. Ik ken heel wat verhalen. En met Jimmy even, ja meneer. Het telefoon is pretty. maar ook hebzucht voor heerzucht. Een prima rol. Ja. Want dong, na de tak na dong kiemang. En hoog moet komen voor de val. Let u op mijn woorden. Hij had ook voorgesteld van, if Argero door een punt. En dan heb je meneer Steven Chinaton. Hij zegt, oké, hier wil ik het al lang over hebben. Omdat de leiding van het land te zeker van hun zaak zijn. Ja. Want er wordt al lang gespeculeerd dat buitenlandse machten deze gasten van het NWO vertegenwoordigen, robots en robothonden. Laatste, ik denk dat ze niet bij de dag komen. Ik denk dat ze de ontima afdenken, ik denk dat ze de jager afdenken. En is dat om men in Afrikaanse oorlog, om men Amerikaanse oorlog in Blakka Sakabaka? Volgens mij 156.000 zijn teruggestuurd. Ik denk dat ze niet komen. Zolang hij nog meer nodig heeft, dan was het goed. Misschien was het nog niet daardoor. Dan kan je dat ook even opnemen. Dan denk ik nogmaals naar Sribi, wees Sribi. Naar Brenny den Brenny en zijn amateuristisch. Meneer Sederboom zegt, ik vind dat Brunswijk zit te slapen en meewerkt aan zijn eigen arrestatie. Dat gebeurt gewoon nu. En ze denken dat ze slim genoeg zijn. Dat nou hoe werk mijn plan uit. En ook leuk met vieze feestjes zijn. En ook leuk dat ik een programma heb, dat ik een agenda heb. Naar je adviseurs. Jullie gaan er gewoon met spijt kijken dat ik morgen beter ben doen. Omdat wij beter weten. En te eigen om, red ons revie, red Sranang, red Oetching, red Oer Egeren. Worden we anders.
worden gewoon anders. En een bekende spreekwoord, Taki. Onoverstamming, maar zeker Brunswijk, zijn er excellentie, de vice-president Jeje, overstemming gezien dadelijk haar waarnemend president. Ik heb een kete nanti bij voor mijn vle, maar die mijn vle, betie voor mamba. Ik kan het niet. En dan kost mijn kost aan de ogrim taki. Maar ik ben gansma, ik kan geen goba kan in gansma, dat vertalen je. De priester van Alain zei ik vertel. Ik heb een kete bij voor mijn vle. Ik heb een kete nanti bij voor mijn vle. Ja, die mijn vle betie en vle betie voor mamba. Kan het niet. Ik wilde nu even naar het bed. Anna boy Ramon eta kangai moro, ama santro Ramon eta kangai. Hij staat verantwoordelijk voor Ibirzansa etaki. Yes. Yes. Meneer Maknak. Even kijken. We gaan even naar het binnenland. Er wordt geklaagd vanuit de binnenlandbewoners dat bijna 3/4 van het binnenland is afgegeven aan concessies. Zogenaamde concessieregen noemen ze het. En het baart de mensen daar erge zorgen. Nu is men bezig met de wet van collectieve rechten in inheemse en tribale volkeren. En als dat in werking gaat, dan dus het gaat om grondrechten en zo, dan kunnen ze nog beschermd worden, de mensen die in het binnenland wonen. Wat vindt u van die hele situatie? De mensen die voor de mensen moeten opkomen, zitten nu aan de macht. Ja. En dat is maar een beetje grond bij de vliet. Look in Paramaribo, mijn grote. Look in Parapassi, Para. Ja. Zal ze dat maar doen. Op den duur voor je wil reageren, kan je niet. If you want to try to come back, you have to put this on this back. Like, if you come for a man's hand, you have to put this on this back. What's the word? It's better to say it there, but then you have a max position, but your max have a set. Yeah, yeah. For 100 minutes, if you have to put this on the back, you have to put this on the back. But you have to put this on the back. But you have to put this on the back. And you have to put this mijn schop om mijn nakken te meestrijven, dat ik meestrijven zo'n schuiting. Ja. Dus aan het aan zo'n schuiting. Meneer Rieberge vraagt, wat betekent dat, meneer Basiramo? Ik heb zei dat hier. Een goed begin is het halve werk, hè? Ja. En wat je weet, mag jou niet overrompelen. Juist. Je kunt het zo in deze context plaatsen. Mm-hmm. Wat je, waarvan je al kennis draagt, mag je niet overrompelen. Maar een goed begin is al het halve werk. En wij ergens weet ik dat er een goed begin is. Mm-hmm. Voor anderen een vraag. Voor wij die dat weten, gewoon weet. Ja. En ik blijf nog sceptisch. En sceptisch en cryptisch. Cryptisch, oké. Okay. Dat is heel iets anders, ja. Sceptisch, ja. Even kijken. Een beetje wat sociaal. Zullen mijn papa, hij wil antwoorden. Ja, hij is het mee eens. Soms is hij bij bepaalde besprekingen, hè. Dan praat ik met, heb ik een vergadering met mijn honden hier. Nee, soms met mijn kippen. Alles is een kopje kraal. Ja. Ja, toch? Hallo! Hij wordt een beetje warm. Even een beetje warm, ja. Een beetje water van de stad misschien. Oké. Okay. Even kijken, een beetje socialer iets. U kent het programma 1 voor 12, het is een stichting. Mm-hmm. Ja, en ze doen heel veel voor veel mensen. Nu heeft minister Noor Mohamed van Openbare Werken, die heeft besloten om zijn steentje daarbij bij te steunen. Mm-hmm. Dus hij heeft gezegd dat deze stichting dus niet meer hoeft te betalen voor bouwvergunningen, want ze bouwen voor juist. En dezezelfde minister van Openbare Werken, die heeft, hoe het weer? Die heeft dus ook begrepen dat deze stichting 3 maal per week voeding geeft aan dak- en thuislozen. Dus gaat hij nadenken en kijken hoe zij daar ook daar hun steentje kunnen bijdragen. Wat vindt u hiervan? Het is een plicht als minister. Ja, openbare werken. Ja, maar niet als openbare werken. Precies, maar, maar daar moet je zien hoe de vork in de steen dat mee komt. Ja. Het is een plicht om dat te doen. Maar ze zijn zo doorzichtig dat sociale zaken moet gewoon dat beëindigen. Sociale zaken moet dat doen. Sociale zaken moet gewoon in. Meneer Sommohard, je moet dat doen. Maar als je denkt dat ik maar een vlot voor overhaaldraas meer stemmen. Dat is maar een programma, dat zit ik bij de volgende verkiezing. Kijk, als je zegt van, ze moeten niet te betalen voor een bouwvergunning. Oké. Maar zeg dan van, ik zal met de minister van Sociale Zaken praten. En vooral over een jaar. Ja.
we iets kunnen doen. Voor de voeding, voor voeding en dat soort dingen. Ja, het is een heel bekend programma. Ik zal het daar naartoe geleiden. Ja. Laat ze ons... Hoe ga jij dat doen? Dan ga je in de pot van OW roeren om die te geven. Vele, vele ministeries kunnen ons met Nangap Chim Sansa weer verdienen. Ik kan stichting. Ik ga volgen een voorbeeld. En toen is wat we zenden uit Bakra Kondre Futsaga van Presie. Niet is bijna een wafassing, dat ga je periet op. Ja, misschien kunnen we... We kunnen een voorbeeld voor ze zijn. Ja. Want we hebben, maandag heeft de sticht, Kunjaka, dat Tabasiram Magna Quinti Instituut, heeft een donatie gedaan aan Huis Albertine. En, we hebben goede connecties vanuit Europa. En het is, maar die persoon die heeft gedoneerd, die heeft ook een voice ingesproken. Ja, dat kunnen we. Ze legt uit waarom zij, ik heb het toch naar u gestuurd, waarom zij heeft gedoneerd. En, is en waarom het ook via ons is gegaan? Mm-hmm. Om te gewoon naar me toe. Hoe heet je weer, Nicole? Ja. Nicole, heet je, ik weet het niet, toch? Ik moet netjes vragen. Kijk, het zijn gewoon goede geluid. Ja. Nee, je wilde niet op COVID-gebied ingaan. Nee, we hebben geen COVID-dingen. COVID kan weer hoe ik ben. Deze is het. Juist. Nou, ik vind het super. Ik zie het nu pas, want ik heb het gemist. Maar ik vind het, ik ben heel blij dat het via jullie is gegaan. En dat het ook betrouwbaar is. Voor mij was het het meest betrouwbare. En nu weten we wat ze nog meer nodig hebben. Dan zullen we kijken hoe we die dozen daar krijgen. En dan dat het ook geen kosten met zich meebrengt extra. Want ik had begrepen dat je soms moet je ook kosten, moet je ook voor de doos betalen als je hem gaat ophalen in Suriname. En dat is geen donatie. Maar ik ben heel blij dat ze blij zijn. En nu ga ik even kijken of ik met een paar vrienden ook etenswaren, weet je, blikjes, olie en bepaalde voedingssupplementen kan sturen. Maar dank jullie wel voor alle moeite in ieder geval. Ik ben heel blij. Thank you. Ja, dat is... Kort en krachtig. Mevrouw Saskia. En ze is de beste slaagde van de Kurmansi-cursus in Nederland. Ja, boven haar eigen verbazing. En ze heeft alles gekregen, hè? Nee, nog niet. Anders was het op Facebook gepost. Ja, ja. Oh nee, ja, nou. Ja, een soort, ja. Maar ja. Ze is heel bescheiden. Maar dan wordt aangewerkt, ja. Ja, ze is heel bescheiden. Ja, heel erg bescheiden, maar ze heeft vanuit haar hart gedaan. Maar ze is best geslaagd. Ja. Dat gaan we wel zeggen hoor, mevrouw Saskia. Zijn er nog opmerkingen? Ja, van meneer Riebergen volgens mij. Ja, wat vindt u als men gentle is grondbeschikking uit te delen, om al is het de helft van de financiële middelen ook bij te dragen voor de mensen om hun grondpapieren in orde te maken, dan help je hun denk ik en stimuleer je hen all round. Precies. Ja, dat is een heel goed. Je kan uitdelen, maar voor de smaak op paai. Yes. Ik kan ervan praten. Ja. En dat onom. Takina Wang, totaal met pay ongeveer 33.000 aan centrale bank. En het kostte voor, je betaalt bij de bank en nog iets toch? Totaal 33.000. Ja. Basketbal. Oh, voor het meten? Ja, voor het meten, ja. Voor het meten heb ik apart ongeveer 18.000 betaald. Ja, landmeter. En tot nu toe is niet alles gemeten zoals het hoort te zijn. Want dan, maar even gaan staan aan de smaakgoedpot. Er zijn vriendelijke instanties hier hoor. Maar nog steeds, de Aladdin stonopot. Bij de moespot. En ik heb mijn, wat ik gekregen heb. En ik heb ook een grond voor de trassen. Ik kies drong voor een kuuroord. Ja. En de smaak kan komen boom bij. Maar vooral voor behoud en vegetatie. Ja. Want bosine kot ik motor. Voor. Ik heb de dressing zouden maken voor dat ook kiezen. En als dat de regering moest komen voor nou aan u, dan kan de bon doodje of doodje dat ik de bon tabak of den toe. Maar ik voel naar het. U zegt voor het behoud van de vegetatie. Want wat je ziet het geweldig. Ja, want wat iedereen nu kan zien als hij parapassie rijdt, is dat er hele grote stukken parabos worden gewoon opengehaald. Ja, er blijven misschien mensen, drie bomen staan. Weet je wat maar zo... Ik kijk ernaar en ik denk van... Ik ben geboren met Reef, ik ben geboren naar Osso. Was Mokka weg, hè. Overkant van Groenartweg, daar is je de oppo.
Ik heb het gevoel dat ik een soort gevoel heb. Dat kan omdat ik niet geboren ben. Maar ik ben niet daar opgegroeid als baby in Poermi. Dat is mijn groep. En mijn Chinezen hebben ze ook op de highway. Je ziet wat heel veel op een lobby. Ik heb ongeveer bijna 8 poklijns tegelijk gezien tijd niet zien werken. Susanne de Rokoso is aan zo snel mee Sabi. Het is nu gewoon een vlak stuk. Het is een highway. Ja, is al open. Zijn maar, grote aan het graven. Grote. Ja. Nee, ik kan ze op zo komen. Ja, toch. En wat hier na, aan Parapassie gaat komen? Nee, als dan zijn gekleurd uit Nederland, zijn we weer als Renan. Juist. En dat was het in. Ja. Want de regering, de maas heeft naam. Oh, dit wordt ik wel lege staatskast. Wat zeggen ze is dan? De naam ook niet. Misschien is het van maar mevrouw. Maar het is een leuke, want... Misschien is het van mevrouw Ronnie. Mevrouw, ex, ja, niet mevrouw. Ex-vice-president Adin heeft het met cijfers kunnen aantonen hoe leugenachtig ze zijn. Ja, hij en wat zeggen daarvan? En waarom kunnen ze de man van de VES, hoe heet hij, Ramaphosa zien? Ja. Die man gaat recht door alle zijden de man tegen. Hij zegt, deze regering is gewoon een niet bijna dat te noemen, is gewoon een vlieger van de staat bijna. En wat vrienden zijn naar Tero, draaien om telekafa doen. Hij heeft geen goed woord over de minister van Financiën. Hij heeft gewoon gezegd, die man is gewoon niet iedereen die zich uitgeeft voor financiën studeert en een man voeren uit in Akondre. Zulke mannen, ja, maar nee, geen harde capaciteit met katikar post. Want man ik een Baldwin, een soort man dat die. De man dat die subsidie takkie. En ze is ook keihard, hij is niet partijdig. En ze doen het juist, ze doen het niet voor stemmen of voor aanstellingen. Nee. Nee, om je ogen te openen. Ja. Zij deden in ieder geval de man dat aan, maar tegen mij dat gewoon zijn dat we kon pest me naar bepaalde zaken samen zijn. Maar mij in mijn pest, want morgen pest me en morgen mijn lobbying, want dat mijn dag is kon. Na mijn dag, Jan Kozi, na mijn dag, die no worry, mijn dag is kon. Ik ga deden in een bakkei. Ja, dat is meneer. Zegelaar zegt, maar kunnen ze die dak- en thuislozen niet gebruiken om de bermen en begraafplaatsen schoon te maken? Vele van ze zijn goed bij hun hoofd. Ja. Zo kan de overheid ook besparen. Dat is een idee, maar je moet weten dat je gezonde mensen daar zet. En mensen, je moet hoorzaam op de voer of ding agressief toe. Ja. Dus dat de wapen denk aan kampen op de zand. Dus men, je moet goed denken wat je doet. Ja. Het zou wel kunnen, maar... En vroeger zag ik gedetineerden, dan heb ik gedrag den boom, dat de bezet in land die bezet in, en het ging. Maar toch dat abo waar geen bende. Maar thuis en daklozen, de meeste zou gaan weigeren hoor. Maar wat ik zou als ze meestal drugsverslaafd zijn of zo, en ik is zomaar in alleen morgen. Maar wat ik zou zeggen, 1 voor 12 had een stuk grond aangevraagd om de thuis en daklozen van de straat te halen. Nee. Waarom komt men niet in? Daar gaan ze ook bij helpen met het bouwvergunning gedeelte. Alleen het bouwvergunning gedeelte. Alleen bouwvergunning, maar is de grond al toegewezen aan? Waarschijnlijk dan gaat het ene ministerie en het andere ministerie moeten aanspreken. Toch? Ja. Maar het was dat zou ideaal zijn. Het openbare werken dient gewoon sociale zaken in te schakelen. Ja. Om deze mensen te helpen. Ja. En grondzaken van ze moeten gewoon samenwerken om deze Surinamers ook te helpen. Ik weet dat deze mensen gewoon goed goed werk want het was de bedoeling dat die mensen zelf voorzienend zouden moeten zijn. En ondanks dat, de stem gerecht wordt op een jeppie zal denk ik. Sranama soms ondankbaar te werken. Sranama is op zijn boon soms bepaalde. Want desma is de suffer. En in de kan goed dat de man is niet om mijn mond. Even pina meisje dan. Als hij een pimeesje daar weer, als hij een sandwichje daar zijn. Maar in elk geval is een software die ding en toch de stem omgekeerd. Andere mensen zeggen, we gaan voor stem, toch door we stem te voor het, dan zo toe kiezen ze bakken. Ja, ik heb nog iemand anders dat horen zeggen. En mensen hebben me gezegd vanuit het Nederlands geleden, we kunnen zo aan werd geplaatst voor ondergrond voor het stembureau. Ja. En je kan bijgelovig of niet zijn, het gebeurt er. En ik wil aan alle religieën vragen die het hart op het juiste plaats hebben. Obedigado. Ja. Obedigado op dat zaken tot
Maar het goede kan profileren. Juist. Het goede kan profileren. Ja. Omdat een boon ook alles nooit van ook niet. Ja. En dan is het in deze dan ook niet dat, dat de mens bepaalt wat goed is, maar je bidt tot God. Dus maar dat, en was maar een beetje. Alles maar een beetje. Je bent niet op je je bent niet op je passie. Je hebt dingen die je denkt, die je sabbing. Je bent niet op je passie. Je bent niet op je reclamatie morgen. Nee, nee toch? Niet echt. Nee. Is dat nou de lange jaren voor? Ja, ja, er is wel een pandiet die. Ja, maar één. Ja, nee, maar de 100.000 zijn binnen. Omdat hij mensen belazerd heeft. Ja, dat is Nederlander. Maar nu was je ook eens. Omdat ik toen denk dat ik begis me abitu. En samen doe ik me ook aan de tanga masragado. Ja. Verder dan ook. Ze hebben het over Wim, ze hebben het over Fenty. Ja, bakroe Fenty, voodoo. Voodoo, en dat is wat we dat doen. We hebben belazerd om met dat soort dingen tussen ons te komen, Sani. We hebben best hard van nodig. We hebben puur overlevering met hoe dit is zo die dingen dat we roken. En dat is naar Masragado. Je hoeft het daar naar één. En voor mij zei? Ja, voor mij zei. Dan, hoe dank je voor Wim, dank je het idee? Naso. Hoe kort aan me voor korte boeken? Naso. Mooi mooi, hoe van kudia den sembe, die be haika, dan hoe hoop dat ja kom bunu buna den, we hoop dat we obute du obute obute en bunu bika, me kisles wang sera makans hè, sera makansles, is in me is abe fu a haika en fu a ogimwa si fu afwan si asmen, maar ja, me ko langsam op. Ja, ja, nu ben ik om te oordelen, maar goed. Dan rest ons nog... Goronjo Gotaktori! Goronjo Gotaktori! Er zijn nog een paar. Welke zo, welke zo? Wat is dat niet wat je hebt gekozen? Kwart voor. Oh joh, kom maar. Ja, gooi maar. Meneer Rebergen zegt, dank u wel. Er zijn en komen zoveel goede ideeën van volgers naar voren in uw programma. En bij andere programma's. Ik vraag me af waarom bijvoorbeeld de DC's niet een bundeling maken van deze ideeën. Ze komen uit het volk en dan kan Lanti daarop anticiperen. Ja. Dit is de beste info van die de overheid kan krijgen. Gratis. De DC's hebben een verlengstuk van de regering en ze hebben het tot hier. Ja. Oh, met bepaalde niet nagesproken hoor. Deze para doet uitstekend werk. Mijn naam is reclame aan mevrouw Joden. Heel goede contact met mevrouw Joden. Het is een missie. Ja. We kunnen wat u daar zegt. Maar je hebt ook die van Sarah Makani. Veel kan afbeter in de container zijn we niet. Ja, dat is waar, ja. Maar je hebt vele DC's die... Ja, en DC voor papa Maka. Die morgen voor daarvoor te halen. Die keer is zo slap als ik weet niet wat. DC Bola van Noord doet alleen noordelijke zaken. Maar dat betekent Noordzee. Dan was het zo. Maar verder spreken, alles goed naar de hand van de regering. Ja, hoor. En zo kan je doorgaan. Er is geen eenheid. Er is geen eenheid. En dan zo'n goede voorstel. Je krijgt geen zodanig idee. U hebt het over de DC van Joden. De DC Joden van Para. Ja, mevrouw Joden. Mevrouw Joden. En dan respect die had ik over benaderen. Ja, daarom wil ik even benadrukken hoe goed ook er was een vuilnisprobleem. Mm-hmm. En dat was echt groot geworden. En elke DC, elke district heeft een Facebookpagina en ze houden zo het volk ook geïnformeerd. En daarop heeft ze ook laten uitleggen waarom het probleem er was. Omdat er vanuit de overheid niet betaald was aan die vuilnis. Maar ze heeft het heel snel opgelost door met ondernemers te praten. En nu wordt het vuil netjes opgehaald. Dat doe ik van Oudo. Ja, maar niet bij ons. Bij jullie, oké. Okay. Ja, maar voorlopig bij deze DC. Deze DC heeft... Ja, gewoon. En dat ik poesijn zelf kom horen. Ik ben para-Oost, hè? Ik ben para-Oost. En para-Oost zit nog een beetje met veel, mevrouw Joden. Wat ze zoeken. Op de hoeken. Op de hoeken van de wegen. Doordat het zo lang niet is opgehaald, zijn die zakken gaan scheuren. Dus uit Ik ben met het team, heeft die respect afgedwongen. En deze Akata Instituut is altijd met een delegatie bij welke DC ook geweest daar. We zijn ontvangen. Bij Durel, meneer Durel was het gewoon dat we een deel van Para waren. Een erfdeel van Para. Zo behandelde hij ons. En zo nog steeds worden we behandeld. Meneer Moussan, ik groet u vanuit hier ook. En ook Amazon Queen, Gerald Obama,
wie meer, en Van der Leeuw, de bekende mensen. Hans Paters. Hans Paters, meneer Rivera. En alle anderen, wat heb je gekeken? Tjena Tonja. Tjena Tjena, hou mouw. En meer jas neesi, mijn beste tak jas neesi, maar ja. En al de anderen, honderden en duizenden die kijken, verstolen bij kijken. En later je zou weer gaan verdragen. Hoe je wel takusani. Maar we vinden het wel. Er is een mevrouw die altijd kijkt en me altijd vraagt. Voordat het, als voor het programma begint, dat ik niet vergeet om het naar haar te sturen. Ik ga de naam niet noemen. Maar ik stuur het naar. Ze kijkt meerdere malen naar elk programma. Als ik klaar ben, dan stuur ik het naar. Duizenden gaat het weer. Mevrouw Marlene Morsen, mevrouw Marlene Morsen! Ik heb haar vandaag niet gezien. Ik heb haar vandaag gemist. Ze kijkt misschien wel. Ja. En ieder Surinamer waar je ook bent, denk eerste plaats Yasser Anamang. Nuku akatam nu amoy brom ci jari ci les pas d'appel ala sok tak tak yere ma net ben de perke man ala sok fallo ke ci tout en dan van hier uit we trek us refere en da we go ki ko to se les ma nu ko sana de note of ding wanga sma note we fet ina kondre ya ta uno maniere iedereen dre ta e maniere e dre e poten bay drafa en nogmaals de eerste moet ik ze weer aanhalen de drie. De drie punten van leiderschap? Ja, je hebt het data. Oh ja, dag mevrouw Marlene. Dag mevrouw Marlene, ook van. Mevrouw Marlene, het Nederland, dat Godo Brokosire Panya. No alla dissimoro dete. Het is wel jammer voor ons geliefd land met dat nu voor de zoveelste keer negatief in de publiciteit komt over de hele wereld. Ja. Dat is niet makkelijk, mevrouw hoor, mevrouw Marlene. Deze Marlene. En toevallig is ze weet het niet, maar ze is familie van Marlene Morsen. En Marlene Morsen weet het niet, maar ik weet het wel. Ik zie ik vele verhalen. Ja, ik groet mevrouw Marlene Morsen. Ja, maar deze andere Marlene is ook een familie. Ja, oké. Okay. En ze zijn allemaal, ja, nou tegen familie van wie. En we zijn daar weer allemaal familie van. Ja, wat een beetje familie, zijn we nou heel beetje familie. Ja. Maximaal jong. Aboom. Alla pastana, goronjogo taktori. Goronjogo taktori, goronjogo taktori. Goronjogo taktori, goronjogo taktori. Goronjogo taktori, goronjogo taktori. Goronjogo taktori. Jon sera poka iso singa singi desi, loko sa metegi. Ja, uno naf singe mora ebo fi en extra kasi. Dak kei dar. Oye ben meche denga koko, mai wo sere denga aps. Maar het was niet gechars. Ja, is het al gestopt? Nee. Je mag het beëindigen. We zijn klaar.